Goed, welkom allemaal op de webinar Duurzame wijkrenovaties. Dit is het programma van vandaag, dus ik ben Benjamin Clarisse, ik ben beleidscoördinator bij Bon Beter Leefmilieu en ik ga jullie een korte inleiding geven. Maar daarna laten we het woord aan vier sprekers die allemaal praktijkervaring hebben met wijkrenovaties. En dat is eerst Lisbeth Boets van Renoseek, die al aan de slag geweest zijn in Gent. Dan hebben we James Thorogood van Knauf Energy Solutions, Igor van de Vijver van Mechelen Klimaatneutraal en dan tenslotte Laurent Meertens van B-Futura. Dus deze vier verschillende cases van wijkrenovaties gaan jullie een zicht geven op wat er eigenlijk kan, de grote variatie aan aanpak in wijkrenovaties. En hopelijk krijgen jullie daardoor inspiratie om ook zelf aan de slag te gaan in jullie eigen gemeente. Eerst en vooral wil ik nog eens onze sponsors bedanken door wie dit evenement mogelijk gemaakt is. B-Futura en Knauf Energy Solutions, twee van de presentaties die jullie ook gaan krijgen, hebben samen met ons aan dit programma gewerkt. Omdat het ons interessant leek om die wijkrenovaties voor gemeenten toch nog eens op de agenda te zetten. Omdat er heel wat interesse voor is. Dat was duidelijk aan het aantal inschrijvingen dat we nu ook hebben voor die webinar. Dus hartelijk dank aan hen. Ik ga dus de korte inleiding geven en ik wil eerst en vooral vertrekken vanuit de Europese Green Deal, waar al heel wat inkt over gevloeid is. Dat programma, eigenlijk het nieuwe actieprogramma van de Europese Commissie, is gelanceerd eind 2019 en is eigenlijk een heel ambitieus programma, wat eigenlijk heel de economie in Europa gaat veranderen en wat heel veel verschillende thema's aanhaalt. Het gaat zowel over mobiliteit, het gaat over industrie, het gaat over onze landbouw die moet vergroenen, het gaat over ecosystemen en biodiversiteit. Maar ook heel belangrijk, een grote blok daarin gaat over gebouwen en renoveren en hoe dat we omgaan met energie in het algemeen. En dat gaat ervoor zorgen dat we de komende jaren een grote versnelling gaan zien in de renovatie van gebouwen in heel Europa. De Europese Commissie heeft een tweetal weken geleden is al wat concreter geworden, hè, met haar Renovation Wave aankondiging. En daarin zet ze eigenlijk de lijnen uit van hoe dat ze denkt dat we in Europa kunnen een versnelling krijgen in die renovaties. Waarom doet ze dat? Omdat gebouwen toch wel een hele grote brok van de broeikasgasemissies veroorzaken. 36%. En het doel van die Renovation Wave is een aantal acties, een aantal maatregelen naar voren schuiven, waardoor die renovatiegraad zou kunnen verdubbelen tegen 2030. We zitten nu ongeveer aan een renovatiegraad van 1% en ze willen naar 2% gaan. En dat biedt heel wat voordelen uit. Het gaat over luchtkwaliteit verbeteren. Het gaat uiteraard die broeikasgasemissies verminderen, maar ook kan ook zorgen voor heel wat extra jobs in Europa en ook in België. Bij die Renovation Wave heeft ze een aantal belangrijke principes naar voren geschoven. De energieefficiëntie eerst is een van de basisprincipes als het gaat in de energietransitie. Dat dateert al van eerder, maar dat behouden ze ook hier. Ze zegt van ja, we moeten aandacht hebben voor de betaalbaarheid. Iedereen zou moeten kunnen in een energiezuinige woning leven. De decarbonisatie van de verwarming is een belangrijk aandachtspunt. En de integratie met hernieuwbare energiebronnen. En dan heel nieuw en eigenlijk een grote shift ten opzichte van wat we voordien hadden, is dat ze zeggen, van ja, er moet ook aandacht zijn voor de levenscyclusanalyse van de gebruikte materialen bij gebouwen. Zeker ook als je renoveert. En de circulariteit daarvan. Ze heeft in die tekst ook aandacht voor de gezondheids- en milieunormen. Denk dan aan asbest. Denk dan aan allerlei andere vormen van milieuhinder die moeten aangepakt worden. De digitale transitie is ook eentje die met stip van voor staat. Heel wat sectoren gaan gedigitaliseerd worden. Bij gebouwen is dat niet anders. En dan spreken we over die slimme gebouwen, over de link met elektrische mobiliteit en zo. En dan als laatste punt zegt ze ook van de esthetiek van gebouwen is ook belangrijk. En daar moeten we ook aandacht voor hebben, ook als we gaan renoveren. De commissie heeft daar een aantal actiegebieden geïdentificeerd in die Renovation Wave. En ze zegt, we moeten eerst en vooral
zorgen dat er meer informatie is over die energieprestatie van gebouwen. Dat gaat dan over bijvoorbeeld een verplicht EPC voor elk gebouw. En ze zegt dat de slechtste gebouwen zouden we eerst moeten aanpakken. En daarin spreekt ze ook over verplichte minimumnormen, niet enkel voor nieuwe gebouwen, maar ook voor bestaande gebouwen. En dat is een onderwerp dat hier in Vlaanderen ook op tafel gelegen heeft, hè, de verplichte renovatie na verkoop. Europa legt dat nu eigenlijk ook terug opnieuw, zet dat ook opnieuw op de agenda. De versterkte financiering is uiteraard een heel belangrijk aandachtspunt van hoe gaan we ervoor zorgen dat al die gebouwen gerenoveerd geraken, dat we die renovaties kunnen betalen. En de commissie zegt dat we daar eigenlijk een groot bedrag voor nodig hebben, 275 miljard euro. Dat is een enorm bedrag natuurlijk. En voor een deel gaan die budgetten al de komende jaren ter beschikking komen. Onder andere via het Recovery and Resilience Fund. Dat gaat ook over een hele grote brok geld, waarvan dat ze zeggen van 37% van die middelen, van die subsidies eigenlijk, moeten naar klimaatgerelateerde maatregelen gaan. En daar komt normaal gezien voor België zo'n 5 miljard euro onze kant op, waar dat we hopelijk ook heel wat middelen kunnen voorzien voor de renovaties van gebouwen. En tegen de zomer van volgend jaar zou elk land definitief zijn plannen moeten indienen. En daar kunnen dus zowel de Vlaamse overheid als de andere gewesten uiteraard ook renovatieprojecten inschuiven. En die maatregelen die ze nemen, dus de beleidsmaatregelen, die zouden in het Nationaal Energie- en Klimaatplan en de lange termijn renovatiestrategieën moeten zitten. Dat gaat dan over de overheidsmiddelen, maar dan daarnaast, zegt de commissie, moeten we ook werk maken van privémiddelen voor die renovaties, onder andere via ESCO-financiering. Maar ze denkt ook van, kijk, als we gaan naar een standaardisering van de contracten, dus voor grotere projecten, dan zouden we ook een versnelling moeten kunnen krijgen. En daarnaast ook zaken zoals groene leningen en hypotheken. Meer capaciteit voor technisch advies, dat gaat over de renovatiebegeleiding. Dat is iets waar we in Vlaanderen ook al een tijdje op inzetten. Één loket systemen, waar dan mensen gewoon op één plaats aan alle nodige info kunnen geraken. In Vlaanderen, denk ik, zijn we daar al de goede weg op. En dan de jobs, groene jobs en opleiding, daar heeft ze ook veel aandacht voor. De commissie zegt van ja, per miljoen euro investeringen in renovaties van gebouwen kan dat 12 tot 18 lokale jobs opleveren. En ik denk dat dat toch een heel belangrijk aandachtspunt is. Waarom ook in Vlaanderen, dat we daar zeker op moeten inzetten op die steun voor de renovatiesector. De commissie zegt van ja, we moeten effectief ook inzetten op opleidingen voor werknemers, dat ze goede technische afwerkingen doen van de renovaties. En de aandacht voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers is belangrijk. De duurzame bebouwde omgeving dan. Het gaat onder andere over de digitalisering ook weer. Dus de bouwwerkinformatiemodellen, de BIM-systemen, daar willen ze op versnellen. Ze willen systemen naar kostenbeperking, naar industrialisatie willen ze aanmoedigen. En effectief dus, wat ik daar juist al zei, die LCA-aanpak. Dat is een echte paradigma-shift, dat we gaan kijken naar wat is de milieu-impact van het gebouw in zijn geheel. En niet enkel het energiegebruik als het erin staat. Het beheer van bouw- en sloopafval krijgt daar aandacht. En dan misschien de belangrijkste, die nu ook aansluit bij wat we vandaag gaan bespreken, is een geïntegreerde, participatieve en buurtgerichte aanpak. En daar kom ik straks nog even op terug. En dan als laatste punt, zegt de commissie, van de esthetiek is ook heel belangrijk. We gaan naar een Europese Bauhaus. We gaan duurzaamheid in stijl neerzetten. Naast die actiepunten heeft ze ook een aantal algemene aandachtsgebieden waar dat de commissie zegt we moeten aandacht hebben voor energiearmoede. Dus de slechtste gebouwen moeten we eerst aanpakken. We moeten zorgen dat voor huurwoningen dat die huurprijs niet onevenredig stijgt na renovatie. Dus dat kansengroepen zeker ook kunnen profiteren van die energietransitie, van die renovaties. De voorbeeldfunctie van de overheid
is ook een belangrijke. En dan als laatste die verwarming en koeling, waar dat we ook moeten zien af te geraken van aardgas en van stookolie. Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we verschuiven naar onder andere warmtenetten, naar warmtepompen? Hoe gaan we restwarmte optimaal benutten? Dat zijn ook zaken die daarin naar voren komen. Het zesde puntje wat ik daar juist, waar ik heel snel overgegaan ben, daar kom ik hier nog even op terug. Die geïntegreerde aanpak is geïntegreerd op verschillende manieren. Zo ziet de commissie dat. Zegt, we moeten gaan naar integratie met hernieuwbare energie en met elektrische mobiliteit. Gebouwen moeten voorbereid zijn op de Internet of Things, waarbij alle elektronische toestellen eigenlijk optimaal kunnen interageren met het energiesysteem. Ze heeft ook aandacht voor burgers als prosumenten. De link met de energiegemeenschappen wordt daar gelegd. Burgers moeten zelf ook een actor kunnen zijn in de energietransitie. De ruimte voor natuur. En dan tenslotte ook die synergieën op wijkniveau. Daar legt de commissie toch ook de nadruk op. En dat is toch ook helemaal nieuw. Ze zegt, ja, op wijkniveau kan je dingen efficiënter doen. Kan je dingen soms goedkoper doen. En sommige zaken kan je eigenlijk enkel collectief aanpakken. Zoals bijvoorbeeld die warmtenetten. Ze legt de nadruk op de voordelen van industriële renovaties, waarbij dat je bepaalde zaken prefab gaat produceren en dat je op die manier sneller kan werken. En ze zegt ook van, kijk, op die manier kunnen we wijken ook renoveren naar plus-energiewijken, waar dus die integratie met energiesystemen, met wijkbatterijen bijvoorbeeld, gelegd wordt, elektrische mobiliteit. En dat zijn allemaal heel wat interessante nieuwe zaken die naar voren gekomen zijn. Als we dan kijken van wat gebeurt er in Vlaanderen, daar hebben we ook de omslag gemaakt. En ik denk, Vlaanderen, het is al in de pers geweest, ook Vlaanderen heeft eigenlijk wel een zeer interessante lange termijn strategie voor renovaties opgemaakt, waar de krachtlijnen tussen nu en 2050 uitgetekend staan. En dat is ook echt wel nodig. Als je kijkt, dit is de samenstelling ongeveer van het gebouwenpark in Vlaanderen. En dan zie je dat 97% van de woningen eigenlijk nog niet voldoet aan het A-label, wat de doelstelling is voor 2050. Dus dat is nog een enorme uitdaging. Maar ook omgekeerd, als je gaat kijken naar de slechtste woningen, en dan zit 35% van de woningen zit nog op het F-label, het allerslechtste energieprestatieniveau. En bij de appartementen is dat 9%. En die lange termijn renovatiestrategie van Vlaanderen zegt van ja, er zijn verschillende zaken, verschillende speerpunten die we daar, waar we aandacht voor moeten hebben als we eraan beginnen. En die staan hier eigenlijk op één slide, mooi bij elkaar. Het Vlaams Energieagentschap zegt, we moeten beginnen met het uitfaseren van die slechtste woningen. Dus die rode balken die we daar juist zagen. Want daar valt de grootste winst te halen. Maar dan daarnaast moeten we toch ook zorgen dat woningen op sleutelmomenten gerenoveerd worden. En dat gaat dan over een verkoop, over een erfenis of over een wissel van een huurder. Dat zijn de momenten dat je eigenlijk vrij makkelijk of relatief makkelijk een woning kan gaan renoveren met minimale last voor de eigenaar of voor de bewoner. En dan tenslotte zegt de overheid ook van, moeten we gaan naar diepe renovaties. Dus we moeten proberen mensen te overtuigen om niet in hele kleine stapjes te gaan, maar als ze renoveren, van direct een grotere sprong te nemen. Want anders dan komen we in de problemen. Dan gaan we veel te veel renovaties moeten doen en daar hebben we misschien gewoon de mensen niet voor om de werken uit te voeren. En dat alles zorgt ervoor dat we eigenlijk naar iets van een 6% van de woningen zouden moeten gaan die per jaar gerenoveerd worden. En dat gaat om enorme aantallen. Hè. Dat gaat tussen de 100.000 en de 180.000 woningen per jaar die we zouden moeten renoveren in Vlaanderen. En dan is de vraag hoe je dat eigenlijk kan doen. En een van de oplossingen is daar een collectieve aanpak. Zorgen dat niet iedereen het warm water opnieuw moet uitvinden, dat niet iedereen voor dezelfde problemen komt te staan en daar veel tijd, energie en geld aan verliest. En dus die collectieve aanpak die komt ook naar voren al in het Vlaams Energie- en Klimaatplan. En daar worden de wijkrenovaties aangehaald en daar wordt toch eigenlijk best wel wat van verwacht. Er wordt ingeschat dat het tot 284 gigawattuur
aan energiebesparing kan opleveren in 2030. De maatregel die nu al bestaat in Vlaanderen, ik denk de belangrijkste voor zo'n collectieve aanpak, is de burenpremie. En dat zijn projecten waar dat er minstens 10 woningen tegelijkertijd gerenoveerd worden. Die hoeven niet allemaal vlak naast elkaar te liggen. En daar is een budget voorzien van €400 per gerenoveerde woning. En die premie die dient eigenlijk voor de begeleiding door een renovatiecoach. Nu, het probleem daar een beetje is dat je effectief aan 10 gerenoveerde woningen moet geraken. En als er dus van de 10 woningen halverwege het traject een paar afvallen, die zeggen van ja, maar wij stoppen ermee of we doen het niet, ja, dan kom je daar natuurlijk als renovatiebegeleider wel wat in de problemen. En een tweede knelpunt dat je vaak hoort, is dat die €400 per woning eigenlijk niet volstaat om een goede begeleiding uit te voeren. In het energie- en klimaatplan wordt aangegeven dat er in de periode tussen eind 2017 en december 2019 dat er een kleine 200 zo'n projecten uitgevoerd zijn, goed voor een 3600 woningen, wat op zich eigenlijk niet zo heel veel is en wat toch nog niet de versnelling is die we echt nodig hebben. Wat staat er in het energie- en klimaatplan? Daar wordt echt wel gewezen op de nood en de kans die er is met die wijkrenovaties. Onder andere via de lokale klimaattafels. Dus de Vlaamse overheid verwacht daar dat de lokale besturen, dat die burgers, ondernemingen, de bewoners van de wijk, de bedrijven die in bepaalde gemeenten actief zijn, dat die iedereen samenbrengen en dat ze zo gaan kijken of er collectief actie mogelijk is. En dat is een goede zaak, dat is een eerste stap. Maar daarmee heb je natuurlijk nog die wijkrenovaties niet gerealiseerd natuurlijk. Een ander interessant element is dat er recent een projectoproep was rond lokale klimaatactie. En dat de VVSG een projectoproep gedaan heeft, lokale klimaatactie. Een budget van €880.000 is daarvoor uitgetrokken. Wat goed is voor een financiering van 50%. En de bekendmaking van die projecten, want die moesten al ingediend zijn, zal plaatsvinden op 3 december. Zo'n wijkrenovaties zijn volgens ons ook ideaal om te gaan voor zo'n integrale aanpak, hè, wat de Europese Commissie ook al naar voren schoof. Het gaat dan niet enkel over energierenovaties, maar ook alle aspecten van hernieuwbare energie. De energiegemeenschappen, een warmtenetwerk, maar kan ook gaan over groen en blauw in de wijk brengen, over mobiliteit, elektrische mobiliteit, kernversterking, inrichting van de openbare ruimte en ook participatie met de buurtbewoners. En ik denk een goed voorbeeld is het Brussels gewest met de wijkcontracten, waar dat ze toch een heel aantal van die elementen samengebracht hebben, dat je ziet dat ze gaan voor verhoogde premies voor bepaalde wijken, dat ze dan voorzieningen bouwen, dat ze de openbare ruimte aanpakken. En je merkt dat er daar toch heel wat kansen zijn als je de dingen samen aanpakt en de mensen in een wijk allemaal samen kan mobiliseren en enthousiast maken. En dan als laatste slide wil ik toch nog heel even aanhalen wat wij als Bond Beter Leefmilieu kunnen betekenen voor gemeenten. We hebben een programma en dat heet Gemeente voor de Toekomst, waar we eigenlijk het aanbod van heel de milieubeweging, alle lokale milieuverenigingen ook bundelen en kijken wat we samen met burgers in de gemeente kunnen doen. En heel wat van die programma's, van die begeleidingsprogramma's, gaan ook net over duurzaam bouwen, over circulair bouwen, ook over een wijkaanpak. En dan heb je toch een aantal milieuverenigingen die daar specifiek op inspelen. Ik heb hier nu een drietal geselecteerd, Bas Bouwen, Dialoog en VB, die echt een aanbod hebben en die gemeenten ook kunnen helpen met hun programma's. En daarnaast hebben we natuurlijk ook eco-bouwers. Dat is onze werking die gericht is op particulieren. Mensen die zelf willen verbouwen of duurzaam bouwen en die daar heel wat inspiratie kunnen opdoen. En momenteel loopt nog onze open deurcampagne, die uiteraard omwille van corona nu eerder een gesloten deur is, waar dat we digitale sessies geven over hoe dat je duurzaam kan bouwen.
Voilà, en hiermee ben ik aan het einde van mijn korte inleidende presentatie. En dan wil ik graag het woord geven aan de eerste spreker. Maar misschien ga ik toch eerst eens vragen aan Koen of hij de eerste poll kan lanceren. Want we hebben voor jullie telkens een korte vraag die jullie nu gewoon kunnen beantwoorden. En dan op het einde van elke spreker gaan we eens kijken wat het resultaat geeft. Dat vormt dan de start van een korte discussie. Zo, en dan geef ik nu graag het woord aan Lisbeth van Renosseek. Dank u, Benjamin. Goedemiddag allemaal, ik ben Lisbeth Boets. Ik verzorg de algemene coördinatie van Renosseek. Sowieso al bedankt voor jullie interesse en tijd om onder andere meer te vernemen over Renosseek. Renosseek staat voor renovaties met sociale, ecologische en economische meerwaarde via een collectieve aanpak. Dat is een hele boterham. Vooraleer dat ik meer vertel over onze werking, eerste vraag, waarom renoveren? En dan kan ik niet... waarom renoveren? Voor ons is het... zien we de noodzaak ervan op twee niveaus. Globaal is het sowieso alle hens aan dek om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te krijgen en te houden. Sowieso om ons klimaat aangenaam en leefbaar te houden. Zo onder andere de renovatiegraad moeten verdriedubbelen, want daar hebben we het juist ook al over gehad. Op individueel vlak, heel belangrijk, is een ongezonde en slecht geïsoleerde woning. Heeft een financiële impact. Zonder isolatie bijvoorbeeld verdwijnt al bijna 30% van de warmte via de spouwmuur. Het heeft ook een ecologische impact, maar het zorgt ook voor gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld bij vochtproblemen zien we vaak ademhalingsstoornissen. En ook voor een sociaal isolement, want als je woning niet in orde is, als je je schaamt over je woning, wie zou je dan nog thuis uitnodigen? De volgende slide. Ja. De realiteit is echter niet zo rooskleurig. In plaats van de klimaatdoelstellingen te halen, wordt deze iedere keer bijgesteld en opgeschoven. En de Vlaming heeft wel een baksteen in zijn maag, maar het zal dan toch geen gerenoveerde baksteen zijn. De volgende. Waarom wordt er dan niet gerenoveerd? De grootste reden is onwetendheid, denken we. Redenen om te renoveren, zoals de vorige slide, is geen parate kennis voor iedereen. Ook heel veel wantrouwen, de horrorverhalen uit de bouw, en die zijn niet altijd uit de lucht gegrepen als je hier de foto's bekijkt. Ook vaak geen financiële draagkracht. Premies en leningen, het is momenteel een systeem waar je het bos door de bomen niet meer ziet. En er wordt vaak ingezet op renovatieadvies aan huis, maar dat alleen zet niet voldoende aan tot in actie overgaan en tot renovatie. Wat is er volgens ons nodig? Investeren in renoveren en hernieuwbouw en het opzetten van een toegankelijk systeem van premies en leningen. Ook het investeren in een rollend fonds voor noodkopers. Informeren van bewoners over de voordelen van renoveren. Het controleren van het naleven van de Vlaamse wooncode. En inzetten op renovatiebegeleiding. Door een renovatieplan aan te bieden aan elke bouwheer. En dit opgesteld door een bouwprofessional. Kan ook stapsgewijs renoveren mogelijk worden gemaakt. Stapsgewijs en dan toch naar een A-label. Dat maakt het vaak financieel draaglijker om... te starten met renoveren. Ja. Renosseek, wie zijn wij? We zijn ontstaan als een vlaaienproeftuinproject, waarover Suiwes meer. En met als doel het verhogen van de renovatiegraad in Vlaanderen. Dit doen we door het opzetten van wijkrenovatieprojecten, waarin dat we de bouwtechnische renovatiebegeleiding verzorgen. We zijn dus een non-profit organisatie met een groen en een sociaal hart. En kort samengevat ondersteunen we de bouwheren, bouwteams en overheden bij betaalbaar en kwalitatief renoveren.
Ik zei al, Vlaaie Proeftuinproject, dat is in 2014 gestart in Sint-Amandsberg met als partners KU Leuven, Domus Mundi en Pixie. In dit project heeft Renosiek 21 woningen op een collectieve manier gerenoveerd. En onder collectief verstaan wij in één wijk met een clustering van werven en een selectie van architecten en aannemers voor een groep woningen. Het resultaat daarvan was een betere energieprestatie, meer energetische renovaties en een verhoogde woonkwaliteit. En wat voor ons een belangrijke boodschap was, was de belangrijkste reden tot deelname aan het project, was toen ontzorging. Wij zijn dan een beetje gesprongen op ontzorging en hebben Renosiek opgeschaald. Ontzorging voor ons is renovatiebegeleiding op maat. Zowel de locatie, het type huis als het type bewoner vraagt eigenlijk een andere aanpak. Renovatiebegeleiding op maat van het bestuur, want het is eigenlijk samen met het lokaal bestuur dat we bepalen hoe de werving van de bouwheren en dus het bereik van zoveel mogelijk inwoners gaan aanpakken. Dat zorgt voor een sensibilisatie en een momentum-effect in het projectgebied. Dan kunnen we ook specifieke accenten leggen. Bijvoorbeeld asbestproblematiek in de buurt of een groepsaankoop zonnepanelen als de locatie er goed voor geschikt lijkt. Of vochtproblemen aanpakken, want dat is ook vaker een groter probleem dan enkel huisgebonden. Renovatiebegeleiding ook op maat van de burgers, van de bouwheren. Ik had al gezegd, renovatieadvies alleen is niet voldoende. Sowieso een heel intense begeleiding, het maken van afspraken en een garantie geven voor een kwalitatieve uitvoering is heel belangrijk. Wij focussen niet alleen op energieefficiëntie, maar ook op woonkwaliteit. Wij vinden dat bijvoorbeeld een dak isoleren enkel alleen, dat klopt niet als de elektriciteitsdraden bijvoorbeeld los aan de muur hangen. Het is dus een en-en verhaal. Maar dus burger en bestuur zien wij als klant en willen wij graag op maat begeleiden. Renovatiebegeleiding op maat, maar ook van A tot Z. Dus wij begeleiden voor, tijdens en na de werken. Dat is van het opstellen van de renovatieplannen tot het aanvragen van premies. En vooral in het eerste stuk, het voorgedeelte, is het objectief beoordelen van offertes noodzakelijk. De wetenschap voor de bouwheer dan dat ze de juiste persoon aan het werk laten en dit aan een correcte prijs is echt wel onontbeerlijk om tot renoveren over te gaan. Renosiek begeleidt dus renovaties en dit doen we via een collectief traject. Dus een selectie op wijkniveau waarin dat we dan infomomenten organiseren. Belangrijk is dat er één aanspreekpunt is, een single point of contact. Want het is al gezegd, één van de grote redenen is een gebrek aan vertrouwen om te renoveren. Maar als onafhankelijke partner, die dan ook nog eens samenwerkt met het lokaal bestuur en de schakel is tussen bouwheer en bouwteam, kan je wel vertrouwen geven en krijgen. We werken ook met een principe van bouwteams. Een bouwteam voor ons is een combinatie van een architect, een hoofdaannemer, een onderaannemer en een installateur, of installateurs, meervoud. Zo op die manier kunnen we dan de werven clusteren en spreken we ook liefst van al een mix van doelgroepen aan. De impact die we willen realiseren is drieledig. We willen een sociale meerwaarde creëren door het collectief renoveren. Hebben we een verhoogde cohesie en ook aandacht voor sociaal kwetsbare doelgroepen. Het heeft ook een ecologische meerwaarde, logisch. En een economische meerwaarde, een verhoogde tewerkstelling en de betaalbaarheid die we gaan verbeteren. Het Renosiek effect, onze principes, die staan garant voor minder risico op faalkosten, meer garanties in verband met de kwalitatieve uitvoering en een financieel correct renovatieproces. Het gaat dus over meer en snellere renovatieuitvoeringen en gestroomlijnd en efficiënter renovatieproces. Ik heb hier een voorbeeld dat ik graag wil toelichten en dat is Renosiek in Sint-Niklaas renoveert. Daar zijn drie wijken geselecteerd door de stad zelf. Binnenkort komt daar nog een vierde wijk bij. En de eerste stap was daar
een werving via een intense campagne. Dus we hebben daar infomomenten georganiseerd, bewonersbrieven, posters, flyers. Zodanig dat iedereen wist dat er een renovatieproject ging starten. De tweede stap was, iedereen die interesse had, die kreeg een gratis renovatieadvies aan huis. En renovatieadvies aan huis is een scan van de woning. Het duurt ongeveer een tweetal uur, waarin dat de woning gescand wordt in zijn huidige staat, waarin dat er ook advies gegeven wordt over verbetering op energieefficiëntievlak, ook op woonkwaliteit. En dat er ook al een eerste raming wordt gegeven van de kosten. Een derde stap is het opvolgen van het gekregen renovatieadvies, of dat er wel een match was tussen de wensen en de noden. En dan wordt er ook een eerste renovatieplan al opgesteld. De vierde stap is het verdelen van de aannemers en of de bouwteams over de bouwheren. Zo konden zij afspraken maken en een plaatsbezoek starten. Stap vijf, na de plaatsbezoeken van de aannemers en de architecten kwamen de offerten toe bij ons, bij Rhinoseek. En dan worden ze gecontroleerd, onder andere op marktconformiteit. Heel belangrijk, dat kan enkel door mensen met kennis van zaken en de doorsnee bouwheer is er minder toe geschikt, zal ik zeggen, om die marktconformiteit af te toetsen. Stap 6 is dan de uitvoering van de werken, indien de bouwheer akkoord was met de offerte natuurlijk. En dan stap 7 en laatste, opvragen van de premies, waar dat best wel hulp bij kan gebruikt worden. Op die manier zijn we nu in Sint-Niklaas 176 dossiers aan het behandelen. Onze werkwijze is drieledig. Dus de vergunningsplichtige werken, daar werken we met bouwteams. Dus de architect in combinatie met hoofdaannemer en aannemers. We hebben er ook groepsaankopen georganiseerd, wat we graag in de toekomst willen uitbreiden. En nu hebben we het over zonnepanelen, over vochtinjectie, over spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas vervangen naar hoogrendementsglas. En de laatste manier van werken, dat zijn eigenlijk de kleinere werken, niet vergunningsplichtig. En die worden door ons zelf geclusterd en gecoördineerd. Dus samenvattend heeft Rhinoseek vooral een ontzorgende rol. Voor de bouwheer staan wij in voor een kwalitatieve uitvoering, het groepsvoordeel en een objectieve renovatiebegeleiding. Voor het bouwteam zien we dat er een correcte betaling gebeurt. Kunnen we een interessante werforganisatie aanbieden en een efficiënt toeleidingsproces. Dus de mensen die dat wij doorgeven aan de aannemer of aan de architect, die zijn echt wel bereid om tot renoveren over te gaan. En het zijn dus geen loze afspraken dat er gemaakt worden. We ontzorgen ook de lokale overheid. Dus door collectief te werken verhogen we redelijk snel de renovatiegraad. We zorgen voor een sterk momentum en sociale cohesie. En we kiezen zelf de juiste bouwpartners. En dan belangrijk natuurlijk het kostenplaatje van dit alles. Opgesplitst in drie delen. Momenteel is sowieso het opstarten van het wijktraject. En dan zie ik het communicatieplan, werving bouwheren, werving bouwteams en de verschillende infomomenten wordt gedragen budgetair door de lokale overheid. De renovatiebegeleiding van de bouwheren zelf. In het voorbeeld van Sint-Niklaas is die begeleiding van de bouwheren grotendeels gratis, maar dit is op de vraag van de stad zelf. Wij zien het in de toekomst dat er een bijdrage aan de bouwheer kan worden gevraagd en dat er ook een alternatieve financiering is, zoals het Klimaatfonds en de Burenclaim van Fluvius, waar we het juist al over hadden. Onze coördinatie en back-office wordt momenteel volledig gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen. En in de toekomst, als onze subsidieperiode bij de provincie afloopt, dan weten we het nog niet. Zelf bedruipend, andere subsidies of nog andere... De camera werkt, Salome. Oké. De camera werkt. De webcam. Kan iedereen die niet de spreker is, zijn micro uitzetten, alsjeblieft? Dank u. Maar we zijn wel heel content dat de webcam werkt, kinderen. En dan mijn laatste slide. Sowieso, dank u voor de interesse. Mijn collega Ino Dont is ook aanwezig. Hij is architect van achtergrond en zal dus straks perfect geplaatst zijn om ook mee de bouwtechnische vragen te beantwoorden. En als er nog vragen zijn, suggesties, wat dan ook,
na de presentatie kan er gerust een mailtje gestuurd worden naar het mailadres op de slide. Dankjewel, Lisbeth. Dankjewel voor de toelichting. Als ik het goed samenvat, zijn jullie wel degelijk nog op zoek naar gemeenten in Oost-Vlaanderen waar jullie nieuwe wijkrenovatietrajecten kunnen opstarten. Dat klopt toch? Hè? Ja, Als hier Oost-Vlaamse gemeenten aanwezig zijn, stuur zeker eens een mailtje naar Lisbeth om te kijken of dat jullie samen iets kunnen doen. Ja, Koen, ik weet niet of het mogelijk is om de resultaten van de eerste poll tevoorschijn te toveren. Voilà, kijk. Hier zegt het overgrote deel van de aanwezigen dat wijkrenovaties essentieel zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Lisbeth, is dat, verbaast jou die uitslag? Nee, dat is volkomen terecht, natuurlijk. Oké, goed. Ik ga misschien toch nog een paar vragen die naar voren gekomen zijn bij de inschrijving. Ik ga toch een paar dingen eens voorleggen aan jou. Sommige mensen vragen zich af wat de verhouding is tussen de coördinatiekost en de renovatiekosten. Hebben jullie daar al een zicht op? We zijn nog zoekende, ik zal het zo zeggen. We hebben tot nu toe nog geen bijdrage gevraagd aan de bouwheer. Maar als we het van plan zijn, dan zouden we, ja, denken we, 3%, 3,5% van de renovatiekost te voorzien voor de begeleiding zelf. En als we dan kijken dat het een efficiënter renovatieproces is, ook voor de aannemers, dan zou het eigenlijk een nuloperatie moeten zijn voor de bouwheer. En de kost die hij dan steekt in de begeleiding moeten terugkrijgen van het efficiëntere proces. Mm-hmm. Hoe gaan jullie om met woningen die bijvoorbeeld niet kwalitatief genoeg zijn? Je hebt het daar juist even aangehaald als de elektriciteitskabels zo nog op de muur liggen. Maar wat met echt woningen die structureel niet goed zijn? Wat is jullie advies dan? Gaan jullie dan voor sloop en hernieuwbouw of gaat dat te ver? Dat is natuurlijk in samenspraak met de bouwheer. Dat is wel iets wat in de toekomst meer gaat moeten ondersteund worden, vind ik dan persoonlijk, sloop en hernieuwbouw. Het moet natuurlijk nog, hoe zeggen ze dat, het sop moet de kolen waard zijn, hè, om te renoveren. Wij vinden dat die energieefficiëntie en de woonkwaliteit zeker even belangrijk zijn voor de bouwheer zelf dan, op individueel vlak. Dus als de kost te hoog is, als het niet kan worden als het niet kan worden uitgevoerd, dan denk ik dat op termijn meer gaat moeten worden gesloopt. En jullie werken dan puur op vraag van de bouwheer, van de eigenaar. Hoe vermijd je dan dat die werken wil uitvoeren waarvan je zegt van ja, maar eigenlijk is deze woning niet goed genoeg. Het is misschien toch niet interessant om nu deze werken uit te voeren, of gebeurt dat niet? Op die manier is het tot nu toe nog niet gebeurd. We kunnen natuurlijk advies geven, maar ja, de eindconclusie blijft natuurlijk de bouwheer zelf. Hè. Het blijft zijn huis. We kunnen hem nergens toe dwingen, toe forceren. Maar advies geven is vaak al heel belangrijk, omdat de mensen weten meestal echt niet waar ze aan beginnen. En zijn heel dankbaar met alle advies. Dus het gebeurt tot nu toe nog niet veel dat ze er volledig tegenin gaan. Ja, misschien nog een laatste vraagje. Voor jullie aanpak heb je eigenlijk niet per se een homogene wijk nodig. Nee. En ook heterogene wijken kunnen jullie ook met jullie methodiek aanpakken. Ja, zelfs graag. We begeleiden nu ook een aantal noodkopers via het noodkoopfonds. We vinden dat perfect kan geïntegreerd worden in een globaal renovatietraject. Dus het moet zeker geen homogene, allemaal niet dezelfde type huizen zijn, niet dezelfde type bewoners. Liefst van al een diverse groep en diverse woningen is geen enkel probleem. Oké, goed, dankjewel. Koen, dan stel ik voor, voordat we naar de volgende spreker gaan, dat we eerst nog een nieuwe poll lanceren. Voilà, en hier is hij. Wat zien jullie als de grootste barrière om in te zetten op wijkrenovaties? Ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar jullie kunnen een optie aanklikken. Wat is de grootste barrière? Goed, jullie kunnen gerust nog verder de poll invullen. En dan
ga ik ondertussen het woord geven aan James Thorogood van Knauf Energy Solutions. Ja, James, bedankt. Het woord is aan jou. Kunt u me horen en mijn scherm zien ook? Benjamin, kunt u me horen? Ja, ik kan je. Ik kan je goed horen, ja. Oké, super. So, ik ben James. Ik ben verantwoordelijk voor marktontwikkeling bij Knauf Energy Solutions. En Knauf Energy Solutions is onderdeel van de Knauf Groep, maar ik ben niet hier om bouwmaterialen te bespreken. In een nutshell bieden Knauf Energy Solutions een kosteffectieve one-stop-shop oplossing aan energetische renovatie. Wat is belangrijk met ons is dat we de kwaliteit controleren door voor- en na-monitoring van werkelijke energetische prestaties. En ik heb enkele kernvragen gekregen van BBL. Ik zal deze proberen te beantwoorden als ik de presentatie doorga. Het eerste punt is, hoe bieden we een antwoord op de financiële drempels om een duurzame wijkrenovatie door te voeren? En voor ons bestaan er twee aspecten om deze vraag te beantwoorden. Eerst is de kwaliteit en de tweede is de kosteffectiviteit van een renovatie. Ten eerste wat de kwaliteit betreft, zo heel kort, een investeringsbeslissing hangt af van de waarschijnlijkheid dat een beloofd rendement gehaald wordt in de praktijk. Nu, in de context van een energetische renovatie betekent dat het halen van de gewenste energiebesparingen en dus het verlaagt energiefactuur zodat het project pays back op een redelijk termijn. En dat hangt af van de kwaliteit van de uitvoering. Nu, als de kwaliteit goed uitgevoerd wordt, dan neemt de waarschijnlijkheid op de beloofd rendement sterk toe. Maar op dit moment, het controleren van de kwaliteit niet goed kon gebeuren via de EPB-model. De EPB-model is de model in de praktijk om de energetische prestatie uit te werken. Het geeft alleen de theoretische prestatie van de woningen. Dus kunt u niet weten precies als een renovatie goed uitgevoerd wordt. En dit is het leidt tot een marktdynamiek, uitgelegd door een economist, Akerlof. Hij won de Nobelprijs met een voorbeeld van tweedehands auto's. En in een nutshell stelt het voor dat een asymmetrie van informatie bestaat tussen koper en verkoper. Het leidt tot een toestand of een situatie waar de kwaliteit van een dienst of een product gaat achteruit. En dat zien we overal in België wat de markt voor energetisch renovatie betreft. Nu, kwaliteit is belangrijk om het financieel risico aan te pakken, maar dat maakt niet uit als het kost te veel om in te gaan met een renovatie. Renovaties, of specifiek een wijkrenovatie, worden alleen schaalbaar en dus de wijk haalbaar als het gehaald wordt met een prijs die betaalbaar is. En dat voor ons is de kost optimum. En in werkelijkheid, de kost optimum voor een renovatie is vaak bij 70-75% vermindering van de energievraag van de woningen. Bijvoorbeeld met een van ons grootschalige projecten met Woonpunt Zennevelle en Social Huisvestingmaatschappij ten zuid van Brussel. We mikken naar een energetische efficiëntie van 70%. Zo, hoe kunnen we de kwaliteit effectief controleren? En we doen dat door het berekenen van de werkelijke, en niet de theoretisch, de werkelijke energetische prestatie. En we kunnen dat doen omdat we beschikken over de laatste technologie die dat eigenlijk mogelijk maakt. En hij heet de negawatt-hour meter, of de negawatt-hour meter. En het geeft ons het vermogen om de energiebesparingen van een energetische renovatie accuraat en in real time te berekenen. En bovendien is deze doorbraak, het is kostefficiënt. So, wat betekent dat er eindelijk op grote schaal kwalitatieve resultaten behaald kunnen worden. En hoe meten we de energetische prestatie van de woning? En woningen worden gemonitord met internetverbonden sensoren die gegevens in de cloud verwerken. En de sensoren zijn bedoeld om een compleet beeld te krijgen binnenshuis. Nou, dat betekent het energieverbruik, de ventilatie, luchtdichtheid en luchtkwaliteit,
CO2-niveaus en relatieve vochtheid binnenshuis. Binnenshuis luchtkwaliteit is ook een zeer belangrijk aspect op dit moment. Als mensen besteden veel meer tijd thuis gedurende de lockdown. Het is een belangrijk aspect van onze monitoringcapaciteiten. En met de gegevens van de sensoren, die worden samengesteld met weergegevens en ook de oriëntatie van de woningen. Een algoritme wordt dan gebruikt om de thermische eigenschappen van elke woning af te leiden. En wat is de uitkomst? We komen nu naar de tweede kernpunt van BBL's. Welke energie- en kostenbesparende resultaten zijn er mogelijk bij een duurzame wijkrenovatie? We kunnen deze dingen nu echt weten wegens de megawatt-hour meter. Het maakt deze dingen transparant. Maar hoe kunnen we dat visualiseren? Wat is de uitkomst? Hoe zien we de megawatt-hour? Hier een grafiek van een voorbeeld van een testwoning vanuit het Verenigd Koninkrijk. Nou, op de x-as zijn dagen en onze projecten betreffen altijd een 3 maanden voor monitoringsperiode en een 3 maanden na monitoringsperiode na de renovatie uitgevoerd wordt. En op de y-as is de energieconsumptie van de woning. In het grijs is de energievraag en op de rode lijn en de rode lijn bovenaan is de energievraag zoals ze gaat door de algoritme. Nu, na 3 maanden moet het voor de algoritme mogelijk worden om accuraat te schatten hoeveel energie geconsumeerd wordt door het huis. En dit is dan gevalideerd tegen echt metingen. Nu, op de rechterkant van de grafiek is het antwoord aan de vraag hoeveel energie zou dit huis zonder retrofit vormelijk gebruikt hebben. En in geel toont dus de megawatt-hour. Dit is de energiebesparing dat de renovatie heeft gehaald. En het is het verschil tussen de werkelijke energievraag en de afgeleide energievraag van het huis zonder retrofit. Oké. Super, maar wat concreet zijn de kostenbesparende resultaten bij een duurzame renovatie? En hier een voorbeeld van een van onze partners vanuit de huisvestingssector in Vlaanderen. En dit project betrof 20 woningen vanuit het jaar 70. En voor de 20 woningen hebben we een gemiddelde vermindering van de warmtevraag gemeten van iets meer dan 50%. En dat leidt tot een gemiddelde jaarlijks besparing voor de bewoners van bijna €800 per jaar. En het is belangrijk te melden dat hier de maatregelen waren relatief simpel, maar ze waren heel goed opgevolgd. Ze waren een lege spelmuur, werd voorzien van ingeblazen mineraal wol. En het dak kreeg een volledig isolatiesysteem, dat betekent een windscherm, isolatie, dampscherm en er werden ook maatregelen voor algemeen luchtdichtheid uitgevoerd. Oké, we komen nu naar de derde vraag van BBL. Dat is, welke drempels kunnen voorkomen worden, welke hefbomen overtogen klanten om een duurzaam renovatie door te voeren? En we overtuigen klanten door het aanbod van een volledig aanpak, een beetje zoals een total propositie, zoals ze in het Nederlands zeggen. En de bedoeling daar is om alles samen te brengen under one roof, we zouden het zeggen in het Nederlands, waar we alles ontwerpen, uitvoeren en uitvoeringsprocessen controleren, beheren en monitoren. En het is belangrijk hier te melden dat een aanbestedingsmethodologie bestaan op de openbare markt. Is al in gebruik door de Zuidse huisvestingmaatschappij in Vlaanderen om zo'n benadering, zo'n prestatiegerichte benadering in te kopen. Zo, om dieper te gaan over hoe we de drempels voorkomen en wat doen we precies met de toepassing van onze one-stop-shop diensten. We pakken de risico's aan die betrokken zijn bij een energetische renovatie en komen dus tot een aanzienlijk lager risico, hoger rendement trade-off. En
We halen dat door het aanpakken van risico's in het ontwerp, de uitvoering van een renovatie en de toekomstige risico's vermijden door doorgaande monitoring naar een renovatie. Ons focus op de werkelijke performantie betekent dat we, in het Engels zouden we zeggen, we have nowhere to hide. So we dragen dus de risico's over aan ons dat het resultaat gehaald wordt in de praktijk. En die dingen zijn onderbouwd door volledig relatiebeheer. En we spreken, bijvoorbeeld spreken we de energetische prestatie af in overleg met ons social huisvesting maatschappij en partners. En we beheren ook de relaties met de bewoners. En dit is een zeer belangrijk aspect van wat we doen. Een van onze klanten, een directeur van Woonpunt Zennewelle te Halle, hij heeft gemerkt dat tot nu toe zo'n aanpak hij nooit nog gezien had. En dat voor ons was een zeer interessant ding te horen. Nu, wat zijn de implicaties van onze benadering op het maatschappelijk niveau? En het eigenlijk mogelijk maakte de fundamentele verandering van het energiesysteem door een focus op efficiëntie en niet op productie. En het meten van de megawatts die geproduceerd worden of de efficiëntie die geproduceerd is, het creëert de opportuniteit voor de overheid en andere openbare instellingen en om te investeren in een virtuele energie-infrastructuur in plaats van energieproductie. Nu, het vermogen dus om efficiëntie te meten en mijnen de efficiëntie en kosteffectieve en de uitvoering van kwalitatieve en kosteffectieve renovaties betekent dat we geld opnieuw kunnen oriënteren naar efficiëntie. En we zien ook steun voor onze benadering in de renovatiegolf communicatie vanuit de Europese Commissie, waar voor het eerst innovatieve meetproceduren zoals ons worden erkend door een Europese instelling. Net zoals de bijdrage eigenlijk deze aanpak kunnen maken aan de renovatieuitdaging die openbaar instellingen aantreffen op dit moment. Ja, en dat is het. Veel dank voor uw tijd. Hopelijk was het helemaal verstaanbaar. Dankjewel, James. Ja, het was verstaanbaar. Heel interessant ook, dankjewel. Koen, kan jij de resultaten naar boven halen van de poll? Huh? Hier zien we toch wel wat meer variatie. Hè? Mensen hebben de aanwezigen zien hier als grootste barrière de bewoners overtuigen, maar komt bijna gelijk met het organiseren van de financiering. James, is dat... Komt dat overeen met hoe dat jullie dat ervaren als de grootste barrières voor wijkrenovaties? Ja, ik denk dat het een beetje afhangt van de sector. Bijvoorbeeld met de social huisvestingmaatschappij. Ze hebben de capaciteit om geld te lenen bij de WMSW. Maar we zien overal in België, zeker wat de social huisvestingmaatschappij betreft, is dat er een gebrek is van vertrouwen in de bouwketen. En onze ervaring is eigenlijk, ons aanpak eigenlijk is om deze betrouwbaarheid op te bouwen met effectieve quality assurance en het controleren van de uitkomst van een renovatie door het toepassen van technologie. Mm-hmm. Als ik jouw presentatie zo hoor, dan lijkt me dat zo'n systeem van kwaliteitscontrole, dat eigenlijk op zich losstaat van een wijkrenovatie, is dat iets wat jullie ook voor individuele renovaties kunnen aanbieden? Of heb je toch een groepsaanpak nodig? Nee, dat is zeker op de lange termijn is dat zeker het doel. Maar op dit moment ons main focus is de social huisvestingssector. En de redenering daarom is dat we kunnen veel woningen samenbrengen in een project met vergelijkbare kenmerken. Maar ons lange termijn doel is eigenlijk op de particuliere markt te focussen. En ja, we zijn zeker klaar om te bespreken met de gemeentes precies hoe we kunnen dat aanpakken. Mm-hmm. En als je dan zegt van ja, we hebben een zekere schaalgrootte nodig, als ik het goed begrijp, hoeveel de projecten die jullie nu uitvoeren, om hoeveel woningen moet het dan minstens gaan?
So met de Stasio huisvestingmaatschappij, waar we al bestaande contracten hebben, is het 100 tot 200 woningen. 100 tot 200 woningen, ja. Oké. En het aanbod dat jullie nu hebben, is dat al beschikbaar voor alle Vlaamse gemeenten? Als er hier nu... Absoluut. Ja, oké. Okay. Dus mandatarissen of ambtenaren die hier aanwezig zijn, die kunnen jullie contacteren om eens te kijken wat jullie samen kunnen doen. Absoluut, graag. Oké. Okay. Je zei van bij de sociale huisvestingsmaatschappij was er een systeem voor prestatiegericht aankopen. Als ik het goed voor heb, is dat voorlopig nog vrij uitzonderlijk. Hè? Is dat nog niet iets wat algemeen ingang gevonden heeft? Nog niet alle overheden doen dat, klopt dat? Nee, het is zeker nieuw. We zien op dit moment, ik denk, 3 of 4 nieuwe typen van methodologie om zo'n prestatiegerichte methodologie in te kopen. Het is zeker iets nieuw. We hebben tot nu toe het niet gezien op de markt voor energetische renovatie. Tot nu toe de gunningscriteria betroffen al een focus op prijs en niet op kwaliteit. En dat was een belangrijke verandering, denk ik, om een prestatiegericht of een kwalitatieve aanpak in te kopen voor openbare instellingen of sociaal huisvestingmaatschappij zo een dienst in te kopen. Ja. Ik heb een gelijkaardige opmerking ook al gehoord vanuit de verlichtingssector. Die zeggen dat oplossingen zoals Light as a Service, eigenlijk alle as a service systemen, dat die nu dat die het moeilijk hebben om te concurreren bij overheidsopdrachten, omdat de bestekken er eigenlijk niet klaar voor zijn. Ja. Maar ik ben benieuwd, we kunnen zeker een beetje gedachten wisselen organiseren als het interessant zou kunnen zijn. En ik kan u wel de de aanbestedingsdocumenten doorsturen. Oké. Okay. Misschien dezelfde vraag als ik daar juist aan Lisbeth gesteld heb. Hebben jullie al een zicht op de verhouding tussen de coördinatiekost en de renoveerkost? Ja, ik moet u dus verwijzen naar mijn collega. Ik kan u niet direct antwoorden op deze vraag, sorry. Ja. Je zei ook dat je bij die sociale huisvestingsmaatschappij in het Zennevallei, dat jullie daar ook instonden voor de contacten met de bewoners. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe loopt dat dan? Hoe pakken jullie dat aan? Ja, natuurlijk. So, de bedoeling is eigenlijk om de toestemming van de huurder te krijgen voor het installeren van de monitoring system. En we weten dat eigenlijk de sociale huisvestingmaatschappij hoeft niet de toestemming te krijgen van de huurder om door te gaan met een renovatie. Maar voor ons was het zeer belangrijk eigenlijk om de bewoner in de center place te plaatsen. De redenering daarom is dat als een bewoner een grondig renovatie ondergaat, dan is het zeer belangrijk om hun draagvlak te creëren. Maar precies, ja, so we hebben een project medewerker ter plaatse. En zij of hij is verantwoordelijk voor al de contact met de bewoners. Dus als er een klacht of een probleem is, dan zijn zij aanwezig om deze dingen aan te pakken. So, infosessies, infoavonds, een project medewerker ter plaatse. Alle deze dingen samenbrengen in een project. Hebben jullie dan alle bewoners die daarmee instemmen met die renovaties? Ik denk de toestemming loopt tot 95% namens Woonpunt Zennevallei. Oké, dat is wel heel veel. Ja. Okay. Goed, dankjewel. Bedankt. Dat was heel interessant. Koen, ik denk dat we klaar zijn voor een volgende poll. Wat zou volgens jullie de inwoners het meest motiveren om deel te nemen aan een wijkrenovatie? Is dat het financieel voordeel, het feit dat ze een bijdrage leveren voor klimaat, het verhogen van het comfort of het gemeenschapsgevoel? Voilà. Jullie kunnen normaal gezien nog de poll verder invullen terwijl dat ik het woord geef aan de volgende spreker. En als ik het goed voor heb, voilà, is dat Igor van de Vijver van Mechelen Klimaatneutraal. Igor, het woord is aan jou.
Goedemiddag allemaal. Ik ga even mijn presentatie open doen. Zo, ik hoop dat ik iedereen mijn scherm kan zien. We zien jouw scherm en we horen jou goed. Oké, prima. Goedemiddag iedereen, ik ben Igor van de Vijver van Mechelen Klimaat Neutraal. Alvast bedankt aan Bondmeter Leefmilieu voor de uitnodiging. Vandaag kom ik iets zeggen over de wijkrenovatie in het Esdoornplein. Het Esdoornplein is in feite een straat, even situeren. Het is een straat net buiten het centrum van Mechelen, in de 20e eeuwse gordel. Het is een straat, je ziet die hier, waar die ongeveer bestaat uit een vijftigtal gezinswoningen, waarvan de meerderheid in particulier eigendom. De huizen dateren van voor 1970, als ik het goed voor heb, van 1958. En het merendeel zijn rijhuizen, afgewisseld met half open bebouwing. De reden waarom dat Esdoornplein in mijn presentatie is, is wellicht Bram. Dus Bram is een heel gemotiveerde buurtbewoner. Algemeen in het Esdoornplein is het een buurt in verjonging. De nieuwe bewoners hebben heel veel interesse in die buurt om iets aan hun woning te doen. Dus de bewoners hebben ons ook benaderd, de stad, voor ondersteuning. Van daaruit zijn er huis-aan-huisbezoeken geweest. Niet alleen door partijen waarmee de stad samenwerkt, maar ook door de buren zelf die bij andere buurtbewoners bezochten, aan de deur kwamen bellen om hen te overhalen om mee te doen. Dus in deze buurt was er dus een heel belangrijke buurtdynamiek aanwezig. Het gevolg is dat er een collectieve actie is opgezet kunnen worden in verschillende fases die wij hebben kunnen ondersteunen met Stad Mechelen, maar ook met andere partners. Uiteindelijk heeft meer dan een derde van de woningen in de straat deelgenomen, wat al resulteert in een jaarlijkse besparing van ongeveer 48.000 kilowattuur en een negental ton CO2. Dus het is toch een mooi voorbeeld van een geslaagde wijkrenovatie. Wat jullie hier ook zien, is ons mobiel infopunt, renovatiemobiel, die wij voor gelegenheid hadden gekoppeld aan een ander mobiele trailer, zodat wij volledig autonoom zonne-energie daar konden staan. Waar hield de wijkrenovatie in? De eerste fase was puur op het initiatief van de bewoners, waarbij ze samen hun daken hebben geïsoleerd. En daarbij vooral tot de vaststelling kwamen dat het heel veel tijd en inspanningen vergde. Dus een viertal bewoners hadden zo samen aannemers aangeschreven. In een tweede fase, waarover ik later meer details ga geven, is onder begeleiding van een renovatiebegeleider zijn er uiteindelijk 17-tal woningen die een combinatie van één of meer maatregelen hebben gedaan. Spouwmuurisolatie, nieuwe ramen en deuren of muurisolatie met buitenpleister, zoals jullie hier zien op de foto in uitvoering. Dus dat is een beetje het straatbeeld achteraf. Momenteel is er... ondanks het feit dat de werken langer hebben geduurd als eerst ingeschat, zoals steeds, zoals wel vaker gebeurt, en dat dat toch renovaties nemen altijd de nodige hinder met zich, of vaak de nodige hinder met zich mee, zijn de buurtbewoners heel enthousiast om een derde fase in te gaan, waarbij dat ze nu focussen op zonnepanelen te installeren, al dan niet dat in combinatie met de verwijdering van asbestleien en isoleren van hun dak. Ja, wat maakt deze buurtrenovatie zo'n succes? Twee quotes van Stijn, dat is een van de buurtbewoners links,
die samen met de renovatiebegeleider Christophe naar zijn gerenoveerde woning kijkt op deze foto. Zonder renovatiebegeleider en zonder dit project was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen. We merkten dat ook. Initieel was die fase 2 met de renovatiebegeleider gestart met net 10 gezinnen. Die kwamen net aan 10 mensen die interesse hadden om mee te doen. Elke keer als wij de renovatiebegeleider spraken, waren er andere gezinnen die zich hadden aangesloten. Dus in totaal waren we met 17. En het zou kunnen dat er in de tussentijd nog mensen hebben besloten om bijvoorbeeld hun spouwmuur te vullen. Dus er was echt wel een groepseffect. En ook toen dat we zagen dat de werken zichzelf zouden terugverdienen en zonder veel gedoe konden verlopen, was de knoop snel doorgehaakt. Dus ik denk dat de buurt ook het geluk had om een renovatiebegeleider te hebben die zeer klantgericht was en zeer goed wist hoe dat hij deze renovaties met zo weinig mogelijk hinder kon laten plaatsvinden. Dus dat was heel kort het relaas van Desdoornplein. Meer in detail van welke ondersteuning dat we effectief hebben geboden en iets technisch op de renovatiemaatregelen ingaan. Die eerste fase hadden we eigenlijk ondersteuning geboden met huisbezoeken en gratis renovatieadviezen aan huis, waar we mee samengewerkt hebben met Kamp C. Ze hebben bij 10 van de 50 huizen hebben ze zo'n gratis huisbezoek uitgevoerd, waarbij dat ze ook met een warmtecamera de buitengevel hebben gescand. Je ziet hier een paar van de foto's waarbij dat ook duidelijk warmteverliezen te zien werden. Maar de belangrijkste actie was de collectieve renovatie van fase 2. Daar waren twee belangrijke activiteiten. Ten eerste heeft Mechelen een buurtsubsidie. Dat is eigenlijk een subsidie voor klimaatneutrale buurtinitiatieven of klimaatneutrale initiatieven van rond €5.000. De straat had deze dan aangevraagd voor een collectieve renovatie op te starten. Tegelijkertijd was net op dat moment het systeem van Fluvius, dat Benjamin in het begin van zijn presentatie ook had voorgesteld, van kracht, namelijk de burenpremie, waarbij dus zodra we met 10 gezinnen waren of huishoudens zijn, dat er een projectbegeleider, namelijk een BNO-coach, wordt aangewezen die recht heeft op een premie van €400 per woning en per maatregel met succes renovatiemaatregelen worden uitgevoerd. Dat waren denk ik twee belangrijke hefbomen. Dit is een screenshot uit de folder die de renovatiebegeleider home-to-home vastgoedcoaching heeft gemaakt voor de bewoners hier. Dus dat is eigenlijk het takenpakket dat door Fluvius ook is bepaald, waarin de renovatiebegeleider ondersteuning biedt. Zoals gezegd, waren 17 van de 44 huishoudens uiteindelijk die hebben deelgenomen. Voor 7 van de 17 was er in feite een bouwaanvraag nodig, omdat daar de voorgevel werd geïsoleerd. Ook daar hebben wij als stad, dat is ook een werk waar de renovatiebegeleider in heeft kunnen ondersteunen. Dus die heeft ook bemiddeld met de collega's van de bouwdienst. En die heeft ook die vergunningsprocedure mee begeleid. Uiteindelijk hebben 13 van de 17 hadden een spouwmuur geïsoleerd. Dus een 7 hebben dus een buitenmuur geïsoleerd. En dan 5 nieuwe isolerende ramen en deuren. Om een grote orde te geven van de energieprestatie die ermee gepaard ging. Grosso modo is dat voor degene die voor buitenpleister hebben geopteerd, was dat een verbetering van label C naar label B.
financieel, was er nu een financieel voordeel van de collectieve renovatie? Voor een spouwmuurisolatie was dat het geval. Dus doordat het hier inderdaad dezelfde opbouw was van de woningen, is er inderdaad een financieel voordeel kunnen aangeboden worden. Voor de nieuwe ramen en deuren bijvoorbeeld was al minder het geval, omdat daar veel verschillen waren van materialen of van afwerking voor die ramen en deuren. En zoals ik zei, is de buurt nu ook aan het denken aan een fase 3, waar de stad ook terug in probeert te ondersteunen. Er wordt een meetcampagne opgestart door, waarbij we ook energie en comfort willen monitoren voor de deelnemers die hier toestemming voor geven, dat we meetcampagnes in de woning kunnen doen. Er wordt gedacht aan een groepsaankoop zonnepanelen. En zoals ik ook zei, zou het kunnen dat er enkele daken eerst als asbestlijn moeten verwijderd worden of dak geïsoleerd worden. En ook weer hier kunnen ze beroep doen op renovatiebegeleiding. Welkom, even een overzicht van de ondersteuning die de stad heeft kunnen bieden. Dus ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat wij hier vooral hebben ondersteund. Het initiatief was hier genomen door de bewoners zelf. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke succesfactor is. Namelijk een heel geëngageerde buurt die goed hebben gebruik gemaakt van de ondersteuning die we aanboden. Die ondersteuning die is ook in de loop van de jaren is die ook verbreed geweest. Dus waar dat het energiepunt, dat is eigenlijk onze stadsdienst waar mensen terecht kunnen voor informatie en advies over duurzaam wonen en energiezuinig renoveren. Waar dat vroeger vooral gefocust op sensibilisering en het uitlenen, het uitbetalen van de Vlaamse energielening en informatie over premies en leningen, is die dienstverlening verbreed, zodat we onze Mechelaar kunnen ondersteunen tijdens dat hele renovatieavontuur. Dus dat gaat van informatie en advies, buurtvergaderingen, die huisbezoeken, de renovatiemobiel, tot ondersteuning, zowel financieel met die buurtsubsidie, met de Vlaamse energielening, maar ook technisch, het voortrekt met de bouwdienst, waar we ook met de collega's proberen te bemiddelen van de bouwdienst, de renovatiebegeleiders, in dit geval was het home-to-home vastgoedcoaching, maar ook nog een stap verder gaan tot en met het ervaren en inspireren. Wij hebben die meetcampagne die we opstarten, maar Mechelaars kunnen ook lid worden van ons Energy ID-platform, waar ze hun energieverbruik, waterverbruik kunnen bijhouden. En het delen van succesverhalen, zoals wij ook doen hier met het Esdoornplein. Dus wij evolueren echt naar een breed aanbod waar de klantgerichtheid centraal staat. Een ander cruciaal aspect is het aangaan van samenwerkingen. Waar dat we merken dat zo'n projecten vooral kans van slagen hebben als we daar de nodige partners mee aan boord nemen. Die samenwerkingen, dat betekent ook samenwerkingen binnen de stad. Voor Mechelaars of voor burgers, daar stelt zich het probleem, ik wil mijn huis energiezuinig renoveren. En dat maakt op zich niet uit hoe de stad dat doet, die ondersteuning. Maar voor een stad natuurlijk, hoe meer diensten daarbij gepaard gaan, hoe complexer het probleem. En energiezuinige renovaties en buurtrenovaties zijn in dat opzicht kunnen dat snel uitgroeien tot complexere vraagstukken. Dus zeker hier bij het Esdoornplein, waar een eenheidswijk, het
Het is geen beschermde wijk, maar we hebben hier toch een eenvormig uitzicht. Was ook een goede wisselwerking nodig tussen het energiepunt, tussen onze collega's van de stedenbouwkundige dienst en onze collega's van erfgoed. Maar we hebben ook samenwerkingen aangegaan buiten de stadsorganisatie, Kamp C, het provinciaal steunpunt, die de huisbezoeken heeft uitgevoerd met de eerste renovatieadviezen, home-to-home vastgoedcoaching en Fluvius met het systeem van de renovatiebegeleiding. Voor fase 3 werken wij nu ook samen met lokale energiecoöperatie Klimaan, die voor ons gratis adviezen aan huis uitvoert voor de zonnepanelen. En ook zelf een groepsaankoop aanbiedt voor zonnepanelen. En de meetcampagne voeren wij uit samen met een studentencoöperatie uit Leuven, namelijk Core CVBASO. Wij evolueren zo naar een one-stop-shop, waar dat voor Mechelaar is er een aanspreekpunt, de stad Mechelen. Maar achter de schermen zijn er verschillende samenwerkingen op verschillende fasen van de renovatie. Mijn tips voor andere lokale besturen zijn dan, ga niet per se op zoek naar een buurt, maar naar een buurtdynamiek. Ik denk voor ons kan je de vraag stellen van wat was het belangrijkste? Het feit dat in Tesorenplein allemaal huizen waren die er van buiten hetzelfde uitzagen? Of het feit dat daar heel gemotiveerde bewoners woonden en dat er een heel goede buurtdynamiek aanwezig was? Vraag het aan mij. Ik denk dat de doorslaggevende factor het laatste was. Ik denk ook dat mijn andere tip is van zorg dat je snel kan inspelen op kansen. De wijkrenovatie en Zornplein zie ik meer als een bottom-up verhaal. Dus het wordt initiatief komen van de bewoners. We hebben die gelukkig heel goed kunnen ondersteunen door onze bredere dienstverlening, doordat we samenwerkingen opzetten, maar ook door de nodige flexibiliteit op te stellen en dit ook te zien als een experiment om uit te leren en onze dienstverlening nog verder op punt te zetten. Ik wil ook graag een paar voorbeelden aanhalen van buiten Mechelen en elders in Vlaanderen. Waar ik denk dat er ook heel mooie initiatieven bezig zijn die inspelen op die tips. Eentje is in Brugge, waar dat Brugge heeft ambitie om fossielvrij te worden tegen 2050. En ze hebben zich laten inspireren door het initiatief Buurtkracht uit Nederland en een oproep gedaan Buurtkracht, waarbij ze dus oproepen om aan wijken om fossielvrij te worden en waarbij ze ondersteuning bieden aan gemotiveerde buren of buurtbewoners om daar mee een initiatief op te zetten. Een tweede mooi voorbeeld is is in Antwerpen. In het project AAA waar wij aan meewerken, waar wordt gefocust op energiezuinige renovaties en waar het Ecohuis Antwerpen ook in zit. Vanuit dat project is er een buurt, is er een initiatief gedetecteerd, laten we het zeggen. Namelijk in de Stalinstraat, waar een heel gemotiveerde bewoner een project wou opzetten, waar dat zij de zonne-energie met elkaar zouden delen. En waar dat waar nodig ook renovatiebegeleiding konden aanbieden voor verbeteren van de tak of uitvoer van dakisolatie. En dat is uitgegroeid tot een project samen met het Ecohuis Antwerpen, maar ook het Stadslab 2050 van Antwerpen, lokale energiecoöperatie Zuidrand, en heel wat andere lokale verenigingen, om daar een hele living lab rond in energiedelen op te zetten. Dus voor vind ik ook een heel mooi voorbeeld van zo'n geïntegreerde buurtaanpak.
En tenslotte een project waar wij ook mee gaan aanvatten in januari 2021, is het project van de klimaatwijk Mechelse Veste in onze stad. Waar we het iets grootschaliger aanpakken. Wij krijgen ondersteuning van het departement Omgeving in samenwerking met Team Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap, waar we zowel een collectief warmtenet langs onze Mechelse stadsring gaan onderzoeken, maar dat gecombineerd met een collectieve renovatie van de aanwezige appartementsgebouwen. Ten slotte wou ik jullie ook nog uitnodigen op 11 maart, natuurlijk onder voorbehoud van de evoluties rond de coronasituatie. Maar donderdag 11 maart plannen wij een eindconferentie van het project AAA in Antwerpen. Dat zet je energiehuis op de kaart, waar dat we verder gaan inzoomen op wat lokale besturen kunnen doen om energiezuinige renovaties van particuliere woningen in hun stad of gemeente, om dat te ondersteunen. Dan wil ik jullie van harte bedanken. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren. U zijn altijd welkom om me te volgen op LinkedIn of ons te volgen op onze websites van de projecten, maar ook van Mechelen Klimaat Neutraal. En jullie zijn altijd welkom natuurlijk in Mechelen om kennis en ervaring uit te wisselen rond dit thema. Dankjewel, Igor. Dat was heel interessant. Om te beginnen met de vragen. Koen, kan jij de resultaten van die poll nog eens bovenhalen? Voilà. Wat motiveert inwoners het meest? Jullie denken dat het toch vooral het financiële voordeel is en bijna gelijk daarmee het verhogen van hun wooncomfort. Klopt dat een beetje met jullie inschatting, Igor? Ja, ik denk dat het ook niet te onderschatten is van het verhogen van wooncomfort en die begeleiding en die ontzorging. In mijn ogen zou ik die denk ik iets hoger scoren, want het financiële voordeel, dat is ook een gevaarlijke, zeker in de context van renovaties. Renovaties betekenen ook een grote investering die zich niet altijd laten terugverdienen in lagere energiekosten. Tenzij dat je natuurlijk spreekt over zo'n maatregelen zoals spouwmuurisolatie, dan wel. Maar zodra het echt meer grondige renovaties worden, dan is het financieel voordeel, louter het financieel voordeel, een minder overtuigend argument. Terwijl het feit dat zij nu kunnen meesurfen op een collectieve renovatie betekent zoals ik zei, het voorbeeld van Stijn, de buurtbewoner, die was er gewoonweg niet aan begonnen, tenzij nu was het gewoon een hele mooie kans om mee te gaan met dit initiatief. Maar anders was hier misschien niet aan begonnen. En hebben jullie nu nog andere wijken in het vizier waar dat jullie hetzelfde of iets gelijkaardigs gaan doen? Wij hebben effectief... we hebben ook wel die wijkanalyse gedaan, maar ik denk een van de instrumenten die denk ik nog het beste werkt, is die buurtsubsidie, waarbij dus buurten zelf aangeven van we willen hier iets opstarten. Dat hoeft niet per se een collectieve renovatie te zijn. Dat kan ook een collectief project zijn om de buurt te ontharden, om de straat te ontharden, om meer groen in de straat te zetten, meer plantenbakken enzovoort. Maar dat is eigenlijk al een hele goede indicator om mee te geven van waar dat er
een geëngageerde buurtdynamiek is, of buurt is, en geëngageerde buurtbewoners. En ik denk dat dat meer een richting is waar we moeten gaan, dat, om daarop in te spelen en dan ook te zeggen van hey, supergoed wat jullie gaan doen, maar doe dan ineens ook een collectieve renovatie. We bieden hier ondersteuning in en op die manier eigenlijk buurten te detecteren. Aan wijken te doen. En lopen jullie misschien op die manier niet de kans mis dat je bepaalde mensen met minder middelen, dat je die meekrijgt? Of bepaalde buurten waar misschien mensen met minder middelen wonen, dat zij nooit aan zo'n renovatie gaan toekomen? Of hebben jullie daar, hebben jullie zoiets van die wijkrenovaties is misschien dan gewoon niet het geschikte middel in zo'n geval? Wel, dat is... Ik denk dat daar twee zaken over te zeggen zijn. We merken wel als we het gesprek aangaan in het Tessorenplein met buurbewoners, dat een van de succesfactoren, of een van de mooie verwezenlijkingen dat zij aangeven van het project is, dat daar ook mensen mee hebben gedaan. Dat zij met profielen waar ze het eerst niet van hadden verwacht. Bijvoorbeeld ook... Huurders, verhuurders. Er zijn ook een aantal mensen die de energielening met ons hebben afgesloten, dus die ook van een bepaalde doelgroep ook horen. Dus die mensen hebben wij ook meegekregen met in het Esdoornplein. Ik denk ook niet dat we door u te richten op buurten waar je weet van hier is er misschien een hogere... dit is een aandachtsbuurt bij wijze van spreken. Van hier weten we dat er een grotere aanwezigheid is van een bepaalde doelgroep. Vaak zijn dat ook buurten waar dat andere problemen spelen die eerst moeten opgelost worden, alvorens dat je voor een onmiddellijk naar een energiezuiniger, kunnen beginnen praten over een energiezuinige renovatie of een collectieve renovatie, waar dat er andere buurtproblematieken zijn of waar dat energiearmoede of woningkwaliteit of veiligheid veel meer iets is waar mensen bezig zijn dan lagere energiekosten of hogere wooncomfort. Maar ja, maar het is wel een moeilijk gegeven van hoe zorgen we dat we die mensen die het meeste het nodig hebben, ook bereiken. Ik zag dat jullie ook een privé speler mee aan boord genomen hadden in het consortium Home to Home. Wat voor een bedrijf is dat juist en hoe zijn jullie bij hen terechtgekomen? Wij hebben met de stad hebben wij samen met Fluvius een breder systeem toegepast. Dus het systeem van de burenpremie in Mechelen. Wij geven daar eigenlijk extra ondersteuning aan de renovatiebegeleiders of aan de benocoaches. Dus zij krijgen eigenlijk nog een extra vergoeding bovenop die burenpremievergoeding van Fluvius. En we zetten eigenlijk ook een beetje een lerend netwerk op rond die renovatiebegeleiders. Dus home-to-home vastgoedcoaching is een van die renovatiebegeleiders die erkend is door het Fluvius systeem en die ook in onze groep zit. En dus iedereen die zo'n renovatiebegeleider is en erkend is door Fluvius, die akkoord gaat met ons reglement, die kan deelnemen als renovatiebegeleider van onze groep. Dus Ecohuis Antwerpen heeft een gelijke... zit ook mee in onze klankbordgroep, om het zo te zeggen. Hij heeft een eigen, ook een eigen systeem, gelijkaardig hieraan, nu net opgestart in Antwerpen. Jullie hebben Kamp C, was ook mee betrokken en heeft die eerste scans gedaan. Wat denk jij kan de rol van de provincies of zelfs van de Vlaamse overheid zijn? Wat voor ondersteuning zouden jullie nog van de hogere overheden kunnen gebruiken als dat? Dat is een geweldige vraag. Ik denk dat dat zeker als we deze verhalen willen doen in de rest van Vlaanderen. Wij als Mechelen hebben een beetje het geluk dat we een stad zijn, dat wij een eigen energiehuis hebben. Dus er zijn 19 energiehuizen in Vlaanderen. Mechelen heeft zijn
eigen energie is, voor onze eigen stad. We hebben ook het geluk dat we ondersteuning hebben gekregen via Europese projecten. Maar ik denk vooral de capaciteit bij andere kleinere gemeenten bepaalt ook of dat ze zo'n projecten kunnen opzetten of niet. En ik denk dat daar een heel grote rol is voor de Vlaamse overheid en voor de provinciale steunpunten, maar ook voor de streekcommunales of andere partijen, om gemeentes met minder capaciteit, met minder expertise, om die daarin te kunnen ondersteunen. Ik vind dit ook... Ik denk ook als we kijken naar die renovatiebegeleiding, de aannemers, de partijen waar we mee samenwerken, zijn ook altijd partijen die niet enkel louter in Mechelen werken. Vanzelfsprekend hebben die al een groter werkingsgebied, dus dan lijkt me dat ook logischer om dat ook op grotere schaal dan enkel een gemeente of een stad te organiseren. We zien dat ook in andere streken hier in Vlaanderen, bijvoorbeeld Leiedal, intercommunale Leiedal, die renovatiebegeleiding aanbiedt voor alle gemeentes onder hun werkingsgebied. Ook onze omringende intercommunale IGEMO, die dat ook op de korte termijn gaat doen. Oké. Dankjewel, Igor, voor de toelichting. Dan denk ik dat we naar de laatste spreker kunnen overgaan. Maar eerst, Koen, misschien nog een laatste poll lanceren. Voor de mensen die van een lokaal bestuur zijn, tenminste, wenst u als lokaal bestuur in de nabije toekomst in te zetten op wijkrenovaties? Nu wordt dat al wat concreter. Je kan aanvinken wat dat je antwoord is. En dan zou ik graag het woord geven aan Laurent van Befutura als laatste voorbeeld. Laurent, het woord is aan jou. Oké, ik heb de eer om als laatste te spreken. Dus jullie hebben het voorgerecht, het tussengerecht en het hoofdgerecht al gehad. Ik hoop dat het dessert even goed gaat smaken. De eerste slide, daarvoor zijn we hier met z'n allen samen. Hè? Van hoe kunnen we uiteindelijk die CO2-uitstoot in alle steden gaan verminderen middels wijkrenovatie. Voordat ik ga toelichten hoe wij daaraan kunnen deelnemen, hoe wij jullie kunnen helpen, stel ik jullie misschien graag even voor aan Mark. Wie is Mark? Hij is een man die eigenlijk zijn huis is beginnen te renoveren. Op een esthetische manier, maar ook op een energievriendelijke manier met de laatste nieuwe technieken. Hier zie je het voorbeeld voor en na. En het resultaat is niet alleen dat het straatbeeld veranderd is voor zijn buren en voor zijn wijk, maar dat ook het beeld van Mark veranderd is ten opzichte van zijn bewoners. Dus Mark is eigenlijk de lokale energie-expert geworden. Hij is vragen beginnen krijgen over hoe heb jij gerenoveerd, met wie heb je dat gedaan en dergelijke meer. En ik zou hem willen dopen als lokale wijkambassadeur. En we zien dat de mindset in een bepaalde buurt toch wel belangrijk is om medebewoners aan te zetten om na te denken over hun gedrag en om ook over te gaan tot renovatie. Nu, we gaan daar wat vaker op terugkomen in de presentatie. En figuren zoals Mark zijn belangrijk in ons verhaal. En wanneer ik zeg ons... stel ik u graag voor aan Bifutura. Wanneer wij met mensen spreken in bepaalde wijken, onderscheidt men een drietal types. De eerste type is echt Europese normen, 2050, waar gaat het hier eigenlijk over? Een tweede groep van mensen die zegt van, eigenlijk no worries, ik heb mijn dak geïsoleerd. Ik denk dat dat al voldoende zal zijn. En een laatste categorie van mensen, het ziet er zo niet uit op de foto, maar dat zijn eigenlijk de meest interessante mensen. Dat zijn die wat zeggen van, kijk, die mindset zit al juist. Die mensen willen renoveren, alleen zij worden overstelpt met massa aan informatie. En eigenlijk leidt die overkill aan informatie tot twijfel, onbeantwoorde vragen. Men heeft nog altijd onzekerheid over het budget en eigenlijk heeft men angst om aan renoveren te beginnen. Het resultaat is, men gaat de renovatie uitstellen, hetgeen zeker niet de bedoeling mag zijn.
Dus wat willen wij zijn als Bifutura? Een totaalontzorger. Zowel voor steden, als voor buurten, als voor particulieren. Met als doelstelling energiezuinige huizen te realiseren tegen een optimaal budget. En het optimaal budget is het budget van de huiseigenaar. We gaan altijd onze klantenfocus ligt altijd op wat zijn de behoeftes van de eigenaar, maar wat is ook zijn budget. Want zijn budget is het enige echte. We hebben daarvoor een stappenplan ontwikkeld, waarbij we trachten om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en zo snel mogelijk resultaten boeken. Wij hanteren daarbij een aantal basisprincipes. Het eerste principe is think big. Denk in voldoende volume. Definieer de juiste wijken. We zeggen tussen de 500 en de 1500 huizen. Omdat het belangrijk is om te gaan standaardiseren, maar anderzijds ook om genoeg resultaten te creëren tijdens die eerste renovatiegolf. En die eerste renovatiegolf, we hebben het hier al een aantal keren gehoord, start klein. Ieder wijkproject start met een aantal voortrekkers, met een aantal believers, zoals Mark, die ik net vermeld heb, of zoals Bram, net bij de stad Mechelen. Maar zorg ervoor dat de renovaties die je tijdens de eerste golf doet, doe je op een kwalitatieve manier. En dan spreek ik niet alleen over het uitvoeren van de werken, maar dan spreek ik ook over het traject ervoor en de nazorg erna. En op die manier kan je die wijkambassadeurs creëren, die believers, en gaat je golfbeweging in die buurt eigenlijk versnellen. En tot slot, act fast. We hebben het net nog gehoord. Laat niet te veel tijd tussen de interesse van de huiseigenaars en de eerste voorstellen. En laat niet te veel tijd tussen de beslissing om te renoveren en het uitvoeren van de werken. We horen soms in de markt, mensen zijn geïnteresseerd, willen renoveren en dan zit er 5 maanden tussen. Ja, dat is niet acceptabel. Dus dit zijn onze basisprincipes om te evolueren van kwaliteitsrenovaties naar kwantiteitsrenovaties. En onze gemeenschappelijke opdracht is eigenlijk heel eenvoudig. Hoe evolueren we van de individuele renovaties naar de collectieve? En dat dat snel gaat gaan, daar moeten we ons allemaal geen illusies bij maken. Dat is wishful thinking, dat zal niet gebeuren. Maar we hebben wel de taak om dat goed voor te bereiden. Ik denk dat het begint met een strategie op stadsniveau. Daar zijn jullie mee bezig. En bij alle andere stappen die passen binnen jullie stadsstrategie, denk ik dat Bifutura overal een toegevoegde waarde kan bieden. Ik spreek dan bijvoorbeeld over het voorbereiden en het selecteren van de juiste wijken, een goed communicatieplan, wijkmarketing, het selecteren van goede lokale partners die de werken kunnen uitvoeren. En we hebben het net nog gehoord bij de stad Mechelen, enorm belangrijk om uw resultaten te optimaliseren, is samenwerking met een stad. We hebben daar een aantal stappen voor uitgewerkt. Ik ga die dadelijk even overlopen. Belangrijk om te vermelden is dat wij bij iedere stap een toegevoegde waarde zullen zijn. Dus alles begint met een intentie tot samenwerking, een partnership met een stad. Daar hebben we ook een gestructureerd onboardingproces van hoe we onze rollen en onze taken kunnen definiëren binnen ons renovatietraject. En dan starten we met samen wijken te definiëren met renovatiepotentieel. Daar is onze toegevoegde waarde, onze software, onze calculatie, om de juiste wijken in kaart te brengen. Vervolgens gaan we over tot communicatie met de huiseigenaars. En ik denk dat daar onze toegevoegde waarde is, ons marketinggedeelte. Dus we hebben ervaring met het opzetten van campagnes, met het organiseren van wijksessies, met het communiceren van huiseigenaars. Een volgende stap is, als die wake-up call gerealiseerd is, gaan spreken met individuele eigenaars en hun situatie analyseren hoe die vandaag is, welke middelen er ter beschikking zijn of welke technieken, maar ook hoe hun situatie zal zijn na de renovatie. Ja, dus hoe gaan zij erop vooruit? Wat ons brengt tot de volgende stap is dat wij met ons ecosysteem van partners en installatiebedrijven gaan spreken niet alleen over prijs, want ik hoor vaak prijs als argument vallen, maar wat we zeker niet mogen vergeten is dat we ook met onze partners moeten spreken over capaciteit, dat we moeten spreken over beschikbaarheid om de werken te kunnen uitvoeren binnen een aanvaardbare termijn.
Met die info stappen wij terug naar onze huiseigenaars en gaan we spreken met hen van kijk, dit zijn de mogelijkheden. Jullie kunnen kiezen tussen een aantal technieken of jullie kunnen kiezen uit een aantal standaard pakketten. Daar ga ik dadelijk wat meer over vertellen. Maar belangrijk is ook dat zij zien van wat is mijn terugverdientijd, wat is de duidelijke of de correcte investering die daarmee gepaard gaat, vermits onduidelijkheid over investering nogal een drempel is bij het starten van renoveren. En de laatste twee stappen zijn het begeleiden van de werken tijdens de uitvoering en uiteindelijk het checken van de werken als ze gedaan zijn of die overeenstemmen met de gemaakte offertes. En dan tot slot de laatste stap. Die brengt ons eigenlijk terug naar stap 3. Want het is niet als je eerste renovatiegolf gedaan is dat het stopt, maar dan denk ik dat het opnieuw begint. Dan gaan we opnieuw met de resultaten die hier geboekt zijn in een bepaalde wijk terug communiceren met de rest van de buurt en eigenlijk trachten om de non-believers te overtuigen om toch te starten met renovatie. Nu, welke wijken zijn interessant? Het is al een aantal keer aangekaart. In principe is ieder renovatieproject goed om tot onze doelstellingen van 2050 te komen. Laten we duidelijk zijn. Maar ik denk dat we ons in eerste instantie moeten focussen op die wijken waar we het meeste resultaat kunnen boeken binnen zo kort mogelijke termijn. En dat zijn wijken met gelijkaardige huizen. Waarom? Daar kunnen de buurtbewoners zich sneller identificeren met het huis van de buren en daardoor sneller overtuigd geraken van de impact op hun eigen situatie. En selecteer ook huizen van een bepaald bouwjaar. Wij geven een indicatie, een vork, 1950-1980. Waarom? Als je gaat renoveren, als je te oude huizen gaat renoveren, dat gaat technisch mogelijk zijn, maar de terugverdientijd zal gewoon te lang zijn. Bijvoorbeeld bij oudere huizen heb je geen spouwmuurisolatie die mogelijk is. Bepaalde daken of dakconstructies zien er niet goed uit. De ramen moeten vervangen worden. Dus daar is de impact of het bedrag van de investering vrij groot en zal de terugbetaling eigenlijk te lang duren. Dus voor een eerste snel resultaat de juiste wijken selecteren. Wie zijn onze doelgroepen? Belangrijk om te weten is dat iedere doelgroep zijn eigen motivatie heeft om te renoveren. En ook iedere doelgroep, en we hebben ervaring met allemaal, zijn eigen vragen en zijn eigen problemen heeft. Dus je hebt de kopers van een eerste huis, waarbij hun motivatie eerder zal zijn het basiscomfort, vermits ze jonge mensen eerder gaan denken in esthetische renovaties, een mooie keuken, een mooie badkamer. Een tweede groep van eigenaars die zegt van kijk, er is ondertussen al gezinsuitbreiding geweest, we moeten misschien wel gaan denken aan energie besparen. En een laatste groep van eigenaars die zeggen van kijk, mijn lening zit er zo goed als op, maar ik wil toch tenminste de waarde van mijn pand behouden of zelfs naar de toekomst verhogen. Ik wil niet mijn huis doorgeven aan mijn kinderen als erfenis, zodat zij de kosten moeten dragen om het pand future-proof te maken. Dus we hebben ervaring met de drie doelgroepen. En wat doen wij voor die mensen? Eigenlijk alles. Dat begint met het analyseren van hun huidige situatie, tot bij wijze van spreken hen terug welkom heten in een huis dat volledig gerenoveerd is. Wij focussen ons op een aantal technieken, isolatie, verwarming, ook zonnepanelen, eventueel in combinatie met een thuisaccu. Zullen jullie zeggen, oké, dat is een story, dat klinkt allemaal heel aannemelijk, klinkt allemaal heel logisch, maar hebben jullie ook al effectief iets gedaan in de praktijk? Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Het eerste waar ik even bij wil stilstaan snel, is dat ik zei van kijk, mensen kunnen kiezen uit individuele technieken die zij willen toepassen op hun huis, of wij kunnen hun een aantal pakketten voorstellen. We hebben er 4 ontwikkeld, gaande van Bifutura 35 tot Bifutura 100, waarbij het getal in de benaming eigenlijk staat voor een indicatie over de energiebesparing. En hoe zijn die pakketten eigenlijk tot leven gekomen? Ja, tijdens contacten in de markt met huisbewoners kregen we eigenlijk de vraag regelmatig van hebben jullie ook een pakket wat we gewoon kunnen toepassen op ons huis zonder dat we dat zelf moeten naar zoeken. We hebben gezegd misschien interessant om dat te gaan ontwikkelen, maar we gaan dat toch nog even dubbelchecken in de markt. En we hebben dan een survey gedaan bij een kleine 500-tal mensen die renovatieplannen hadden. We hebben die 2 vragen gesteld. We hebben gezegd van oké, wat vinden jullie van pakketten, kan-en-klare pakketten, waarbij wij de aannemers kiezen
en wij ook de materialen selecteren. En dat zij gewoon het pakket moeten kiezen wat het beste bij hun situatie was. En 90% zegt van oké, dat is easy, dat is one-stop shopping, daar zijn we zeker voor geïnteresseerd. We hebben de antwoord gedubbelcheckt en we hebben gezegd van kijk, zijn jullie ook akkoord dat dat betekent dat jullie een beperkte keuze hebben in aannemers en een beperkte keuze in materialen? Als dat leidt tot een betere prijs. En ook daar zeggen een ruime meerderheid van inderdaad, dat vinden wij helemaal geen probleem, dan moeten we het zelf niet uitzoeken. Hier ga ik toch even blijven bij stilstaan, dat een heel belangrijke slide is. Identificeren van wijken. Ik heb daarbij geschreven, we doen dat op basis van onze eigen parameters die we daarvoor gekozen hebben. En hier wil ik het onderscheid laten zien tussen wanneer je een willekeurig gebied, een random selectie gaat maken, of wanneer je zegt, nee, ik ga effectief goed nadenken over welk gebied ik ga selecteren en over welke parameters ik ga toepassen. Ik heb daar twee grafieken die eigenlijk iets zeggen over de terugverdientijd. En als we naar de rechtse grafiek kijken, zien we dat de terugverdientijd eigenlijk geconcentreerd wordt op de eerste 10 à 20 jaren. Waarbij je in de linkse grafiek ziet, bij een willekeurige selectie, dat die terugverdientijd meer gespreid gaat zijn over de tijd. Dus ook in functie van terugverdientijd is het belangrijk om de juiste wijken te gaan selecteren. Hoe doen wij dat? Wij doen dat op basis van software die gekoppeld is aan openbare data. Openbare data zoals ja, typologie van de mens, van oké, zijn dat singles die in het huis wonen, zijn dat gezinnen met 2, met 4 kinderen. Dus het gebruiksgedrag in het algemeen. Dat koppelen we aan data, data met betrekking tot de geometrie van gebouwen en ook aan energieprestatierapporteringen. Op basis daarvan kunnen we eigenlijk zeggen, we kunnen een ganse stad analyseren. En we gaan dan gemiddeldes berekenen en dan kunnen we zien welke wijken zijn meer interessant dan andere. Ja? En daar komt het woord samenwerking weer naar voren. Vind ik het heel belangrijk dat de lokale kennis die bij een stad aanwezig is, eigenlijk wordt gebruikt om de resultaten van onze analyses te verscherpen. En eens we de juiste wijken samen gedefinieerd hebben, gaan we zeggen, oké, op die wijken gaan we onze marketingoefening loslaten, gaan we onze wijkcampagnes en onze buurtsessies voor ontwikkelen. Nu ga ik een voorbeeld geven van twee wijken die in eerste instantie misschien vrij gelijkaardig lijken. Ja, dit is een wijk met ongeveer 80 à 90 huizen, bouwjaar 1960-1970. En kijkt u daar even naar het energieverbruik. En dan gaan we een tweede wijk daarnaast zetten. Hetzelfde aantal huizen, ook tussen de 80 en 90, maar bouwjaar 1950. En daar ziet u dat het jaarlijks verbruik van energie bijna maal 3 is daar. Dus wat in eerste instantie twee gelijkaardige wijken leken, blijken toch in de praktijk enorm grote verschillen te zijn. Ja, met deze resultaten. In de eerste wijk hebben we ongeveer 43% van de huizen die tussen de 35 en de 50% energie kunnen besparen. Maar in de rechtse wijk zien we tot bijna 68-69% van de huizen tussen de 35 en de 50% energie kan besparen. En daar speelt lokale kennis een belangrijke rol. Wat was nu het grote verschil in dit geval? Hier ging het over huizen die deels beschermd waren, waar er specifieke dakconstructies waren met veel koude bruggen en eigenlijk de huizen over het algemeen enorm slecht geïsoleerd waren. Dus dit om aan te tonen dat je niet alleen mag uitgaan van cijfermatige benadering, maar ook moet overleggen met je stad waar je mee samenwerkt. Eens we de juiste wijken hebben geselecteerd, dit is gewoon om een idee te geven qua timing, beginnen wij met gerichte communicatie in de wijken. Onthoud hier de startdatum, 22 juli. Daar zijn we begonnen met een ballonnenactie om de aandacht van de buurt te trekken voor onze boodschap. We hebben gezegd van kijk, hoe kan je als buurt geld besparen? En we hebben door middel van die actie de mensen geleid naar een landingspagina om hen vervolgens uit te nodigen tot buurtsessies. Dan zijn we midden augustus al overgegaan tot de eerste energieaudits.
Begin september hebben we nog even een reminder gestuurd aan de mensen die we in eerste instantie niet hebben kunnen bereiken of die de boodschap misschien vergeten waren. En dan hebben we begin september de eerste huisbezoeken gedaan en hebben we eigenlijk begin vorige maand de eerste getekende renovatiecontracten kunnen afsluiten. On top of that doen we nog een gerichte communicatie in de steden waar wij actief zijn door middel van Google Ads. Dus vanaf het moment dat men een bepaalde zoektermen ingeeft, gaan wij de buurtbewoners eigenlijk proberen te stimuleren of enthousiast te maken om in te stappen in een renovatietraject. Hier zou ik even willen stilstaan bij de eerste resultaten van twee specifieke wijken, waarbij we een 170-tal huizen hebben getarget, waar we met meer dan de helft van de mensen in contact geweest zijn, die geleid hebben tot ongeveer 39 interessante contacten. En inmiddels hebben we daar 11 offertes neergelegd, waarvan 4 zullen uitgevoerd worden nog dit jaar. Belangrijke kanttekening hierbij is, we hebben dit gedaan zonder samenwerking met de stad in eerste instantie. En een tweede kanttekening die ik daarbij wil maken, is dat het voorlopige resultaten zijn in die zin dat mensen vandaag offertes gekregen hebben, maar zelfs nog een uitbreiding vragen. Ik geef een voorbeeld. We hebben x aantal zonnepanelen aangeboden. Zeggen, ja, volgend jaar gaan we met een elektrische wagen rijden. Zouden we dat niet uitbreiden? Of ik wil er een batterij bij hebben. Of ik wil mijn zolder laten isoleren, maar daar komt een home office bij. Kunnen jullie ook een Velux plaatsen bijvoorbeeld? Enzovoort. Dus een heel veel zaadjes zijn al geplant en ik vermoed dat er nog een aantal zullen uitkomen in de loop van het volgende kwartaal. Maar minstens even belangrijk, naast de getekende contracten, is het creëren van, zoals ik daar straks in de inleiding gezet heb, Mark. Of in Mechelen noemde hij Bram. Dus de buurtambassadeurs, de mensen die zeggen van kijk, we doen er iets aan. Wij gaan eigenlijk onrechtstreeks het gedrag van andere mensen beïnvloeden. Dat heeft geleid in dit geval tot 5 buurtambassadeurs die ons al gebracht hebben ver buiten de wijken waarin ze zelf wonen. En ik vind dat toch niet een onbelangrijk resultaat. Wat ik eveneens wil aankaarten is, ik denk dat vanaf het moment dat een fieldpartner, als ik Bifutura zo mag noemen, samenwerkt met een stad, dat die resultaten eigenlijk veel beter kunnen. Omdat een inwoner nog altijd meer vertrouwen heeft in de boodschap van een stad dan van een louter vreemde derde partij. Vandaar samenwerking enorm belangrijk is. Wanneer we met huiseigenaars spreken, willen we niet alleen hun situatie berekenen. Dus hier in onze berekeningtool zie je een aantal dingen, zoals de technieken die wij aanbieden, het budget en de subsidies die daarmee gepaard gaan, de terugverdientijd, maar ook het label waar zij naartoe zullen evolueren na de renovatie. En belangrijk is dat ons calculatietool gevoed wordt door de meest recente info over materialen en materiaaleigenschappen. Dankzij onze partners ook, die ons die know-how ter beschikking stellen. Daardoor kunnen wij komen tot nauwkeurige audits, die ik zelf zou durven noemen pre-geautoriseerde EPC-indicatoren. En dat is belangrijk voor een huiseigenaar om te zien of hij eventueel een aanmerking kan komen voor een labelpremie. En het tweede gedeelte van onze berekening dat gaat over het aanmoedigen. Dat zie je rechtsboven. Het rechthoekje waar Bifutura 50 boven staat hier. Daardoor willen we eigenlijk aantonen op basis van een, laten we het noemen, een crowdfunding model, dat bewoners zien van kijk, hoe meer bewoners er deelnemen, hoe meer dat de prijs kan zakken. En daardoor gaat men misschien in de buurt met elkaar spreken van kijk, kom ook aan boord, want het kan nog 1000, 2000, 3000 euro verschillen met de basisofferte. Dus op basis van onze berekeningen willen we ook de buurt aanwakkeren om met elkaar te communiceren daarover. Heel belangrijk is ons dashboard. Ik denk dat we daar vrij uniek, een uniek voorstel hebben. In die zin, wanneer we met een stad samenwerken, zijn we in principe, ik noem ons de field partner, zijn we de ogen en de oren van een stad. Dus wij zitten in de field, wij zien er wat er gebeurt, wij horen de vragen.
En het zou misschien handig zijn dat jullie op basis van in te loggen op een dashboard kunnen zien van bijvoorbeeld in hoeveel huizen in de diverse wijken zijn jullie actief. Hoeveel huiseigenaars hebben jullie al gecontacteerd en hoeveel audits hebben jullie al gedaan? Een volgend level geeft u de mogelijkheid om te zeggen van kijk, hoeveel geïnteresseerde mensen zijn er nu eigenlijk en hoeveel offertes hebben jullie al gemaakt voor welke techniek? Een volgend level is hoeveel getekende offertes hebben jullie al gerealiseerd en wat betekent dat in functie van CO2-uitstoot? En een laatste, en misschien toch niet belangrijk voor jullie lokale strategie, is dat wij een toegang kunnen geven tot alle vragen die wij van buurtbewoners krijgen. Dat is misschien handig om jullie stadscommunicatie op af te stemmen. Dus een renovatiedashboard waarbij jullie kunnen zien in één oogopslag wat wij in het veld meemaken. Ik ga afsluiten. Wat hebben wij geleerd? Niet iedere wijk is hetzelfde, heb ik net aangetoond met een aantal voorbeelden. Lokale kennis en samenwerking is cruciaal om de resultaten te optimaliseren. We merken dat er een verschillende approach nodig is afhankelijk van het type huiseigenaar. En tot slot, en dat is natuurlijk voor ons het belangrijkste, onze aanpak wordt ervaren als positief en kwalitatief. Het voordeel van een goede prijs is heel snel vergeten als het slecht uitgevoerd is. Dus ik denk dat kwaliteit de rode draad is door het heel verhaal. En dan spreek ik inderdaad niet alleen over het uitvoeren van de werken, maar ook over het proces dat eraan vooraf gaat en het proces dat erna komt. Wat zijn onze volgende stappen? Wij willen uiteraard opnieuw communiceren met de buurten waar we de eerste resultaten hebben, om de non-believers te krijgen naar het kamp van de believers. Wij willen upscalen, dat wil zeggen, nu zijn wij vooral in buurten bezig tussen de 100 en de 150 huizen. Wij zouden graag naar buurten gaan van 500 tot 1000 huizen. We willen die calculatietools die we hebben integreren in onze website. Vandaag zitten we hier samen om de reikende hand te steken naar samenwerking met steden. En we willen ook nieuwe buurten definiëren. En ik ben blij dat wij vorige week terug groen licht gekregen hebben om twee nieuwe wijken aan te pakken in de stad Leuven. Voilà, samenwerken met ons. Wij hebben daar zelfs al over nagedacht van kijk, hoe moeten wij een stad gaan onboarden? Dat wil eigenlijk zeggen van kijk, hoe gaan we samen onze samenwerking stap voor stap uitwerken, waarbij we elkaars rollen definiëren, elkaars verantwoordelijkheden definiëren, om van de wijkrenovatie in jullie stad het beste resultaat te kunnen bieden, het grootste succes te maken. Nu zijn jullie getriggerd door het dessert, door mijn presentatie. Dit zijn mijn contactgegevens. We nodigen jullie ook even graag uit om op onze website gaan te kijken. En ik hoop dat ik u in de komende weken of maanden op individuele basis kan en mag spreken. Voilà. Dankjewel, Laurent. Een heel strakke aanpak en zo'n heel wetenschappelijke aanpak is interessant. Wat mij vooral opviel was het contrast eigenlijk met de presentatie van Mechelen, hè, die echt bottom-up vertrok van kijk, waar is er hier een wijkdynamiek, waarbij jullie echt zo'n wetenschappelijke analyse doen en zeggen op basis van de data die er zijn dit de wijken die we moeten benaderen. Ik denk dat het wel interessant is voor alle mensen die gevolgd hebben om te zien dat je voor wijkrenovaties dat je echt dat je daar wel nog verschillende methodes hebt in hoe dat je het kan aanpakken. Ik denk dat dit een mooie aanvulling is op de andere presentaties die we gezien hebben. Dat zou ik toch willen aan toevoegen dat ik mij kan vinden in het belang van wat is er prioritair? Is dat software of zijn dat mensen? En dat blijft nog altijd mensen. Wij zoeken eigenlijk in iedere stad en iedere gemeente de mark, bij wijze van spreken. De ambassadeur die eigenlijk het gedrag van zijn medebewoners gaat beïnvloeden of hem tenminste gaat laten nadenken. En waarom die software aanpak? Omdat ik denk dat we in die wijken eigenlijk de grootste kans hebben om Mark en Bram te vinden. Mm-hmm. Oké. Okay. Koen, kan jij nog eens de resultaten van de poll tevoorschijn toveren? Ik weet niet of hij ons hoort, Koen. Ik heb het net proberen te delen, maar het heeft al vertraging op dit moment. Oké.
maar kan het wel even overlopen. Dus wenst u als lokaal bestuur in de nabije toekomst in te zetten op wijkvorminnovatie, daarvan zegt 28% ja, wij doen het al. 27% geeft aan dat zij concrete plannen hebben in die richting. Het grootste aandeel gaat voor 90% naar ja, maar wij weten niet hoe we daarmee moeten starten. En slechts 5% zegt nee, wij zien op tegen de extra werklast. Dus dat zijn resultaten zoals het over Pol werd voor. Maar niemand die zegt, het is niet nuttig. 1%. Dat is één persoon. Toch één iemand die het niet nuttig vindt. Het is verdwaald hier op deze sessie. Goed, ja, misschien Laurent nog een paar bijkomende vragen. Het is 4 uur, maar ik zou het daar graag nog eventjes horen van hoe gaan jullie om met financiering? Wat doen jullie bijvoorbeeld met kansengroepen? Als die in die wijk zouden wonen en die zouden toch wel interesse hebben om een gerenoveerd huis te hebben, maar ze hebben zelf niet de middelen. Wat we zien is bijvoorbeeld, en daar willen we wel een onderscheid maken, collectief renoveren, is we kunnen gewoon het maximale voorstellen aan de mensen. Uiteraard is het nog altijd aan de bewoners om te kiezen van, kiezen wij zoals een restaurant, kiezen wij het ganse menu of gaan we gewoon à la carte kiezen wat ons vandaag eigenlijk het beste uitkomt. Want het enige juiste budget is het budget van de bewoners zelf. Zijn er mensen die, afhankelijk ook van de doelgroep een beetje, van als jij een huis gaat opwaarderen en je gaat met je dossier naar een bank en een bank ziet die woning heeft gewoon een meerwaarde gekregen, ga je al misschien sneller een extra lening krijgen. En dan spreken we over de andere initiatieven die er al vermeld zijn, zoals de groene lening en dergelijke meer, waar de mensen ook in kunnen begeleiden. Ja. Soms denken mensen ook van, ik zit nog in mijn hypothecaire lening, ik ga geen bijkomende lening krijgen. Maar vaak is het zo dat men zich kan vergissen in hoeveel meerwaarde een huis gekregen heeft na renovatie. En de bank gaat dat zeker meenemen in zijn evaluatie om een extra krediet te geven. Uh-huh. Ik zag dat jullie mikten op grotere wijken en dat je in je presentatie ook steden vermeldt. Is jullie aanbod ook naar landelijke gemeenten of zeg je van dat is toch niks voor ons? Zeker, als we kijken naar bijvoorbeeld, Kesselo is een gemeente met ongeveer 20.000 inwoners. Natuurlijk gaan we daar ook naar kijken. Waarom zeggen wij van kijk, wij focussen ons of we willen ons focussen op grote wijken of een aaneenschakeling van kleinere wijken die tot een groot volume komen, is, zoals ik net gezegd heb, een renovatiegolf begint niet dadelijk met 50 huizen. Dat kan iedereen bevestigen. En als je niet voldoende volume hebt in het start van je traject, gaat de kans klein zijn dat je resultaat gaat boeken. Als je bij 500 of 1000 huizen kan beginnen met je traject, is de kans al groter, ook al kan je dan maar 3% afsluiten, bij wijze van spreken, dat je een voldoende resultaat hebt om die tweede golf op gang te zetten en te communiceren over de resultaten die je al geboekt hebt. Mm-hmm. Ja. Ik zag hier een interessante vraag in de chat. Wat is de kostprijs voor een gemeente als ze met jullie in zee zouden willen gaan? Dat is een beetje afhankelijk. We hebben gemerkt dat er steden zijn die vandaag zeggen waar we mee in onderhandeling zijn van kijk, alles moet gebeuren op jullie kosten. Er zijn ook steden die zeggen van kijk, nee, wij maken zelfs graag een budget vrij voor jullie. Het is een beetje afhankelijk, het is een tailor-made approach per stad. Ik zie dat de stad Mechelen daarnet, dat was ook mooi om te horen, dat zij zelf middelen ter beschikking stellen om het proces te versnellen. Dus wat is de kost om met ons samen te werken, is eigenlijk een tailor-made approach. Je zei van ja, sommige mensen die dan een renovatie willen doen met ons, die vragen dan toch nog om bepaalde zaken aan te passen, een extra Velux of ik zeg maar wat. Hoe ver gaan jullie in die aanpasbaarheid? In hoeverre kan het tailor-made zijn? Ik wil daar op twee vlakken op antwoorden. Eén, ik denk dat het belangrijk is als je met mensen praat, dat je niet enkel zegt van wat is de situatie nu en hoe gaan we de situatie waarin je nu leeft, hoe gaan we die verbeteren. We hebben ook gemerkt dat mensen het heel erg appreciëren dat je bijvoorbeeld zegt van kijk, dit is de situatie nu, maar hoe ziet uw situatie eruit binnen 5 jaar? Wil jij bijvoorbeeld gaan rijden met een elektrische wagen? Ah ja, ik moet een laadpaal hebben. Ah, zouden we dan niet wat zonnepanelen bijzetten? Dat is wel een concrete situatie wat we in real life hebben meegemaakt.
En dan wat betreft de graad van afwerking. Wat wij zeggen is alles wat gerelateerd is aan de energierenovatie bijvoorbeeld. Men zegt, we gaan ons dak isoleren. Daarna zegt men, kunnen jullie daar ook een Velux in zetten, want we willen daar een home office maken. En kunnen jullie dan ook nog de Gyproc zetten? Dan zeggen we ja, dat is eigenlijk nog allemaal gerelateerd aan de dakrenovatie. Als ze ons morgen vragen, wilt je ook de badkamer doen? En dan zeggen we nee, natuurlijk. Het moet effectief te maken hebben met energierenovaties en de directe aanverwanten. Tot daar kunnen we gaan. Oké, ik zag hier ook nog de vraag van, ja, jullie financieringsplan, dus het kan dat de gemeente eventueel bijkomend financiert. Is het de particulier die dan een bepaald percentage aan jullie afdraagt, of zijn het de aannemers die voor jullie werken? Ja, het is vooral enerzijds dat we zeggen van kijk, de aannemers, dat is een bepaalde lead fee die wij in ons businessmodel integreren. En dan het gedeelte wat de huiseigenaar moet betalen, is ook weer een beetje afhankelijk van de samenwerking met de stad. Er zijn steden die zeggen van kijk, jullie audit die moet gratis gebeuren, maar wij zullen een gedeelte aan jullie vergoeden. Dus die staan er echt op dat de burger niks moet betalen. Er zijn andere steden die bijvoorbeeld zeggen van kijk, als jullie een audit doen, betaalt de burger 50%, betalen wij 50%. Ook dat is weer het onderwerp van een individueel gesprek. En jullie aanbod is geldig voor heel Vlaanderen? Ja, en het is zo dat wij ook, en dat is misschien wel belangrijk, want we hebben nog niet vaak stilgestaan bij een derde belangrijke partij, zijnde de aannemers natuurlijk. En wat wij daar trachten te doen, dus die mensen werden in het verleden overstelpt door initiatieven waarin iedere keer een pot goud beloofd werd, maar uiteindelijk de resultaten zeer pover waren. Daardoor is men vrij, moet ik zeggen, twijfelachtig ten opzichte van mensen die veel beloven. Vandaar dat wij ervoor kiezen, vanaf het moment dat wij een samenwerking hebben met nieuwe steden, zullen wij ook onze lokale partners gaan upscalen. Maar bij het selecteren van de partners houden we ook zeker rekening met 1. Zijn zij bijvoorbeeld nationaal actief? Zijn zij lokaal actief? Kijken wij naar van oké, wat is jullie capaciteit en kunnen jullie de timings ook effectief respecteren? Want het heeft geen zin om te zeggen van oké, de huiseigenaar is bereid om te renoveren, maar de werken kunnen pas starten 4 maanden later. Dus daar moeten we mee oppassen. Dus we scalen onze partners op in functie van de behoeften. Oké, dankjewel voor de interessante presentatie. Ja, dan denk ik dat we klaar zijn voor deze namiddag. Ik wens nog eens alle sprekers uitdrukkelijk te bedanken voor hun interessante toelichting en ook iedereen die hier aanwezig was. De presentaties en ik denk zelfs de opname van deze sessie wordt nagestuurd via mail. Jullie kunnen ook in contact komen met elk van deze sprekers als jullie zeggen van we willen graag samenwerken of eens kijken wat er in onze stad of onze gemeente kan gebeuren. En uiteraard hopen we dat jullie allemaal veel inspiratie opgedaan hebben en dat jullie er zelf ook mee aan de slag kunnen. Bedankt allemaal en graag tot een volgende keer. Dag. Thanks.